Gids had altijd een artikel met wat meer achtergrond. Interview ook met de mensen die in de uitzending te zien zijn. Het gidsartikel. In de geest van Gordon Gekko is een soort van voorpublicatie van het boek van Sander Heijnen, van de correspondent. Die heeft het boek geschreven over falende marktwerking. Er zijn nog 17 miljoen wachtende voor u. Of dat is volgens mij nu al te koop, toch? Maar goed, één relevant hoofdstuk daaruit staat op de site. En ook een zoektocht naar een Canadese schaatsgletsjer. Dat is iets meer verkennend, maar ook interessant om te lezen. Programma dan. Britta Hosman is onderweg. Regisseur van de uitzending. We gaan normaal gesproken altijd met de regisseur beginnen. Een beetje het hoe en waarom en het wat van de uitzending. Dat gaan we nu een beetje switchen en dan beginnen we zo direct dus met Anouk Nuyens, die normaal gesproken na haar in de line-up zou staan. Zij is theatermaker. We gaan met haar dus hebben over hoe theater ingezet kan worden om die klimaatverandering te tackelen. Zij maakt het stuk samen met een partner in crime, maakte zij. Tenzij je een beter plan hebt, dat is Rebecca de Wit, dankjewel. Ik kwam even niet op de achternaam. Ik wist dat ze Rebecca heet. Is ze ook in de zaal of niet? Nee. Oké. Okay. Ja, je scant even heel snel 100 mensen en dan weet je of ze er zit. Goed zo. Maar goed, dankjewel voor de aanvulling. Van theater gaan we naar het recht. En daarvoor hebben we Laura Burgers en Jan van de Venis uitgenodigd. Laura Burgers is jurist en schrijver. En Jan van de Venis is oprichter van Just Law. Daar vindt mensenrechten rechtspraak. Of nou, niet rechtspraak, maar je bent zelf mensenrechten en milieuadvocaat. En ook nog eens waarnemend ombudsman voor de toekomstige generaties. Ja, en dan hebben we een mooi gesprek, denk ik, met Laura en Jan. Daarna gaan we weer terug naar kunst en specifiek naar design. Jolan van der Wiel maakte Tropic City, Amsterdam bij een x aantal graden warmer. Daar heeft hij over nagedacht. Misschien een relevante vraag, of ik denk een relevante vraag. En dan dus ook de vraag wat design hier op dit terrein kan betekenen. Daarna gaan we echt naar de harde inhoud. Misschien even gletsjers, Groenland, ijs met Roderick van der Wal. Universiteit Utrecht, daarin zei universitair hoofddocent meteorologie en klimaatdynamiek. Ja, dan zitten we echt midden in de inhoud. En we sluiten af met Aniek de Wit. Daar gaan we het hebben over worldviews en sustainable development. Zij is onderzoeker op dat terrein, verbonden nu aan de TU Delft. En ze schreef ook het boek Duurzaamheid van binnenuit. Dus daar gaan we het echt hebben over hoe bepalend uw eigen wereldbeeld is in uw blik op dit probleem. En misschien wel uw keuze om wel wat te doen, niet te doen, hoe u het doet. Ook wat vragen gaan we u stellen. Dus u krijgt wat meer beeld over wat uw eigen wereldbeeld is. Dus het wordt een heel mooie afsluiting. En dan zijn we ongeveer om 10 uur zijn we richting het einde. Als u mee wilt doen, doe dat vooral. Als u uw hand opsteekt, kom ik snel naar u toe. Wacht graag eventjes tot ik er met de microfoon ben, want dan kan iedereen het goed verstaan. Ook de mensen die thuis via de livestream kijken. En via Twitter kan u natuurlijk ook meedoen. En dan heb ik altijd een paar vragen, want wie gaat er ieder jaar skiën? En wie gaat er skiën? Ik kijk maar aan, maar is dit een relevante vraag? Ja, why? Ga je skiën? Nee, al jaren niet meer. Dat is toch allemaal aan het smelten. Ja. Ja. Er zijn nog plekken waar dat kan. Snowboarden, dat is veel cooler. Ja, oké. Ik heb het al. Ja, sorry, wie gaat er op wintersport ieder jaar? Ja, echt. Wie gaat er op... Wie de fuck doet dat? Je zet hem scherp neer. Voor mij is het een open vraag. Er zijn een aantal mensen in de zaal die dat doen. Maar jij zegt eigenlijk, dit is een no-go. Dit zou niet meer moeten. Ja, dat is toch zo 2003 of zo. Ja, zullen we naar iemand gaan die dat nog doet? Of zit hij nu meteen in de hoek waar de klappen vallen? Kan dit nog? Zijn er nog mensen die ja, ik zie dat. Ja. Even iemand uit 2003 een vraag stellen. Meneer, hoi. Ja, als ik zin heb, dan ga ik. Ja. En is dat leuk? Dat is heel leuk. Ik heb het ook ooit wel eens gedaan, voor 2003, maar goed. Knaagt er ergens iets? Want ik ga u geen schuldgevoel aanpraten, het laatste wat ik wil doen, maar gewoon eventjes de vraag van, goh, het gaat natuurlijk over smeltende gletsjers en zo. Zit er ergens een gevoel van, ja, moet dat nog, kan dat nog lang? U zat in de verkeerde zaal, of niet? Dat gebeurt altijd. We hebben 2 zalen naast elkaar. Het is niks persoonlijks. Ja, of ze skiën inderdaad ieder jaar, dat kan ook. Ja. Maar meneer, nog even bij u. Wel goed bezig. Ja, ik ben heel goed bezig. Maar even als laatste, knaagt er iets of zegt u van nee? Nee hoor, ik ga met de trein en ik zou niet weten waarom ik daar het milieu mee zou belasten. Nou, we gaan het hier niet de hele avond over wintersport per se hebben hoor. Even kijken, van nog een paar andere dingetjes die had ik... we hebben natuurlijk ook een beetje over hoe je klimaatverandering concreet kan maken. Een heel abstract iets. Anouk heeft daar natuurlijk vanuit theaterdiscipline over nagedacht. Maar wie heeft er een heel concreet beeld bij? Is het iets wat over 20 jaar gebeurt op een dag, een soort van apocalyps? Of hebben jullie het idee dat het meer via kleine stapjes en steeds wat vervelender? En kan iemand daar een beetje een beeld bij geven? Meneer, klein momentje, kom maar naartoe.
is natuurlijk al jaren en jaren aan de gang. Sinds de eerste industriële revolutie is het begonnen, denk ik. En we gaan nu langzamerhand steeds meer de gevolgen zien. En ik denk als we geen drastische maatregelen nemen, dat het binnen, wat zullen we zeggen, tussen nu en 100 jaar een complete ramp is. En mijn vraag, en dit is dan, schets een beetje de context, maar is dat een dag dat u wakker wordt en denkt, oh jee, dit is wat we al die tijd al voorvoeld of gedacht hadden? Of is het een heel gradueel iets dat u op een gegeven moment terugkijkt op de afgelopen x aantal jaar en denkt, ja, zie je wel? Ja, meer terugkijken. Ja, dat heeft ook met leeftijd te maken, denk ik. Iemand van 20 kijkt er anders tegenaan dan iemand van 60. Ja, maar ik gradueel proces, ziet u, meneer, u weet ook wat? Ja, ik denk niet dat het van één dag op de andere gaat, maar ik denk dat het meer gaat bijvoorbeeld via de voedselproductie die op een gegeven moment heel erg afneemt en dat we dan echt een probleem hebben. Of via de beurs, dat op een gegeven moment het idee doordringt van nou ja, dit gaat zo niet door. Dus die winsten zakken in, dus die koersen vallen terug, dus die banken storten in. En dan komt er ook zeg maar een crash die niet heel fijn is. We gaan hier op verschillende manieren wellicht nog over door. Maar ik wil nu graag... Ja, we gaan even naar het fragment dan, hè? Wat als introductie op Anouk. Lukt dat in? Ja, precies. Oh, Britta is er. Zullen we dan toch gewoon Britta doen? Als zij koud meteen het podium... Nou, dame Britta Hosman. Dit is echt de mooiste entree ooit. Dus wil je meteen... Ja? Ja? Geen probleem. Wat zachter zetten. Ja, ik was met de auto. Ook heeft net al iemand opgebiecht. Ja, maar ik dacht, anders kom ik te laat. Maar er zitten hier ook mensen in de zaal die skiën ieder jaar. Je wil het niet geloven, Britta. Dat is ongelooflijk. Echt waar? Ja. Nee, dat kan dus echt niet meer. Nee, dat vind ik niet. Nee. Wie is dat? Nee, dat ben ik niet. Hij heeft mijn handen omhoog. Nee. Ik ga het niet zeggen ook. Britta, goed dat je er bent. Ja, dank je. Glaasje water, zoals ik al zei. Ja, eerste vraag altijd een beetje, gewoon waarom dit onderwerp? Heb jij zelf iets met Gletscher, dat je echt uit de anekdotische sfeer gewoon verhalen hoort, dat je, daar wil ik meer mee? Of is het meer de vraag, hoe maak je zoiets ontzettend abstracts concreet? Waar is het begonnen? Het begon afgelopen zomer, toen las ik in die tijd, las ik een stuk over een Peruaan die een rechtszaak had aangespannen tegen de Duitse kolenindustrie. En toen dacht ik, dat vond ik bijzonder, want ik zou even zo, bijzonder, want... hij woont in Peru, hè? En ga dan in Amerika een kolenindustrie aanklagen of in Brazilië. Maar nee hoor, Duitse kolenindustrie. Dus daar wilde ik meer van weten. En toen bleek dat daar een milieuorganisatie achter zat, een Duitse milieuorganisatie. Hij liep daar eigenlijk alleen op die berg. Hij zag steeds die gletsjers smelten. Dat deed hem vreselijk veel verdriet. Hij leidt mensen rond in de Andes. En toen ontmoette hij die Duitse milieuorganisatie. Dus zo is het gegaan. Mm-hmm. En die milieuorganisatie zei van... Goh, weet je, misschien kan je eens de Duitse kolenindustrie aanklagen. Nou, goed idee. Ja, ik vind het nog steeds heel grappig dat je denkt, ja... Was er veel overeenskracht voor nodig? Nou ja, dat denk ik wel. Manier, maar ik denk ook wel dat hij heel blij was dat iemand het eens een keer serieus nam. En dat iemand zei van, goh, ja... dat is echt heel verdrietig en wat vreselijk. En het ging hun er natuurlijk vooral om, en hem uiteindelijk ook, dat alles met elkaar verbonden is. Dus dat wat ik hier doe, heeft ergens anders impact. En dat willen we nog niet echt geloven, maar dat is gewoon zo. Mm-hmm. Of nou ja, misschien willen we het wel geloven, maar ja... Hè? Wat dan, ja. Ja, ik ben met de auto. Maar goed, dat was vertrekpunt. Hoe maak je er dan een uitzending van die verschillende lijnen bij elkaar? Want toen dacht ik van, goh, nou dan kunnen we dus naar Peru gaan. Want hartstikke mooi verhaal. Er zitten twee oude mannen op een berg met een walkie-talkie. En die waarschuwen dan als ze verschuivingen zien. Dus dat is natuurlijk, heeft ook iets heel, bijna pittoresk. Ja, dat is misschien lullig om te zeggen, maar zo is dat dan. En toen dachten we, nee, want dat is stom. Die man komt hier naartoe en hier zijn ook problemen. Dus toen... zijn we gaan zoeken naar wie vertelt hier nou het mooiste over. En dat vond ik Amitav Ghosh. Die raakte mij echt recht in het hart met zijn boek. Omdat hij zei, weet je, eigenlijk, het is een prachtig boek. Dus iedereen moet het eigenlijk lezen. Ook al is het ook best pittig om er doorheen te gaan. Want je denkt soms... Maar het is echt heel mooi, vind ik. Wat raak je vooral aan het boek? Nou ja, dat er eigenlijk maar...
hetgeen wat ons zou kunnen helpen is dat er echt een cultuuromslag plaatsvindt. En dat betekent dat we dus van heel veel dingen die ons lief zijn, mm-hmm, afstand moeten doen. En dat is een shitboodschap, hè? Mm-hmm. Dat is echt niet leuk, want ik vind gewoon het beeld van vrijheid is voor mij nog steeds een Amerikaanse film met twee mensen in een auto die, weet je, dat vind ik cool. Ja, 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 ik bedoel, het is kinderachtig, maar zo zijn denk ik heel veel mensen. Mm-hmm. Dus, en dat is een klein voorbeeldje, maar dat is met veel dingen, ja, zo. En dat die invalshoek van Amitabh Ghosh hielp jou om dat verhaal nog concreter te maken? Ja, hij doet dat filosofisch, vind, ja, ik. Hij, over onze cultuur en over onze geschiedenis en over onze individualiteit. Nou, lees dat boek. Nou ja, en toen kwam er bij van, goh, hoe zit het dan bij ons? En toen vonden we een dorp in Zwitserland waar in de zomer, toen ik voor het eerst met mijn kinderen in Mallorca op vakantie was met het vliegtuig, mm-hmm, voor de eerste keer, hè? Ja, ze, ja, zijn al puber. Tot die tijd dat we gaan lopen naar... Dat bedoel ik, dat, ja, is toch verschrikkelijk. Maar in ieder geval, toen was er in die tijd, in augustus, een berg over een Zwitsers oeroud dorp heen gevallen. 8 toeristen dood weg. Mm-hmm. En echt, ik zag die beelden op YouTube, want alles is op YouTube. En ik vond het echt chockerend, omdat dat zo erg onze wereld, ja, is. Maar ja, en dus, is dat niet echt, is op mijn netvlies zat het niet helemaal eerlijk gezegd. En terwijl, wanneer niet? Nou, dat Zwitserse bergdorp. Terwijl je zou inderdaad zou zeggen, in de context waarin jij het presenteert van de uitzending, zou je zeggen, nou, dit is echt wat het is. Klimaatverandering, hier zien we het. Ja, dat is ook zo. Maar toch is het ook weer niet een aanleiding om het gesprek erover te voeren, blijkbaar. Tenzij door er een uitzending over maakt. Door de andere mensen bedoel je, ja. Of ja, zo, nee, ja, in dat dorp denk ik wel, maar dat ga je zo misschien wat meer vertellen. Maar nou ja, het heeft natuurlijk heel erg te maken met dat een soort machteloos gevoel ook is. Van oké, okay, dus dat is er aan de hand. Mm-hmm. Ja, en nu? Gaan we nu stoppen met leven of zo? Nee, want we hebben allemaal, weet je, mm-hmm, dat zit er allemaal aan vast. Dus iedereen denkt daar op zijn manier wel over naar en ook het zijne van. En er zijn ook wel bedrijven die het anders gaan doen. En die trend die is natuurlijk helemaal gezet nu. Maar ondertussen gebeuren dit soort dingen ook. Ja. En die mensen die daar wonen, die eigenlijk natuurlijk helemaal niet zo milieuvervuilend zijn eigenlijk. Hè? Die Zwitserse berg. Mm-hmm. Mensen. Wat voor sfeer was daar? Was een soort van woede, gelatenheid? Gelatenheid. Ja? Ja, en ook, ja, vroeger gebeurde het ook wel. Het hoort ook wel bij de bergen. Maar dit hebben we echt nog nooit meegemaakt. En wat ik een heel indrukwekkend zinnetje vond was, ja, nee, nu, want ik zei, ja, durf je hier nog wel te slapen, weet je? Ik bedoel, ja, doodeng, straks gaat die berg weer iets geks doen. Dan hebben ze 4 minuten om weg te komen. Ja. Dus, nou, zei die vrouw, nu in de winter is het wel oké, maar in de lente, weet je wel? En toen dacht ik, de lente, dat is iets moois. Mm. Hè? Dat is leuk. Dan begint alles weer. En dan begint voor hun de stress. Ja. Ja, Zwitserland gaat heel veel van dit soort dingen krijgen. Dat is gewoon zo. En maar er was daar geen woede naar, zoals een soort van Peruaanse invalshoek voor jongens. Nu gaan we de grote boze jongens eens aanpakken. Of we gaan ergens een soort van schreeuw naar de wereld. Of gaan ze zelf hun levensstijl veranderen of zo? Of voor zover dat iets, ja, uitmaakt. Zijn ze niet een schaal? Beetje zoals wij, weet je wel? Nee. Zijn er vragen aan Britta misschien? Ik heb er nog genoeg hoor, maar even als check. Oké. Die Peruaanse boer / berggids? Berggidsboer? Berggidsboer. Ja, allebei, oké. Okay. Ja. Wat voor indruk maakt hij op jou? Is hij de typische activist, de man die op de barricades? Of is het ook iemand die wel heel erg geholpen door de activist vanuit Duitsland zijn verhaal kan doen? Of wat voor iemand is hij? Nou ja, ik denk dat ik vind hem een heel moedig iemand, zeg maar. Mm-hmm. Hij is wel een typische Peruaan uit, of een Indiaan uit Peru. Maar hij is wel heel moedig. Hij doet dit. Dit kost hem enorm veel tijd. En ja, in zijn dorp vinden mensen het ook een beetje irritant eigenlijk. Ja, dat is gek. Maar hij gaat helemaal naar Europa, weet je. En dat helpt toch allemaal helemaal niet. En het gaat toch wel mis. En kijk, wat hij doet, is hij de kans dat, kijk, dat die rechtszaak, dat ze dus, gewonnen hebben ze niet. Ze mogen die rechtszaak nu voeren. En ze mogen, mm-hmm, het uitzoeken, wat echt bijzonder is. En fantastisch ook.
Maar de kans dat dat hun Bergdorp gaat redden is natuurlijk best klein. Ja. Dus hij pakt iets aan wat zijn leven extreem beïnvloedt om echt actie te voeren. Mm-hmm. En het is een heel zachtmoedig iemand, zeg ja, maar. Ja, zo kwam en, die inderdaad over. Ja, en voorzichtig ook. Dus waar wij wel met grote woorden kunnen gaan, zeg maar. Zij veel meer zo. Mm-hmm. Maar heel moedig, ja. Want dat ja, kost hem natuurlijk zie dan veel. Ons, hij gaat zelf ook in de berg kijken, toch? Hier in Europa bedoel ik. Ja. Voel je dan een soort van klik van... hè, een beetje dat misschien een soort van mentaliteit of zo. Van ja, zo zijn mensen hier in de bergen. Zo kijken we naar gemeenschappelijke problematiek of niet. Zijn heel romantisch. Die Zwitserse bergkneuters, die zijn gewoon echt ook wel commercieel. Weet je, ja? Ik bedoel, ja, natuurlijk. Die in de winter wordt geskiet. Nou, daar verdienen zij hun geld mee. Mm-hmm. Ze zijn echt rijk, viel me ook weer op. Met fantastische bruggen en fantastische wegen en zo. Maar in dat dorpje, dus zeg maar, dan heb ik het even over die bergvuurder die zei van, ja, wat moeten we doen? Ik weet het niet. Geen auto meer rijden, kan niet. Dat is dan die bergvuurder. Die verdient dan zijn geld gewoon met skiën, met daarom. En vindt het verschrikkelijk, maar weet echt niet wat hij moet doen. Want het is zijn inkomstenbron. In dat Zwitsers bergdorp had ik de indruk dat ze heel graag zouden willen dat het gewoon weer teruggedraaid kon worden. Mm-hmm. Want ja, of zij nou lopend, hun tempo ligt veel lager dan bij ons. Mm-hmm. En bij ons zijn er heel veel beslissingen, ook in mijn vak, die je neemt. Omdat je denkt van ja, kijk, wij hebben deze uitzending hoofdzakelijk per trein gemaakt. Maar dat kan gewoon niet altijd. Want soms kost dat dan gewoon 2 dagen met de trein. Ja, dat kan helemaal niet, want mm-hmm. dat kost veel te veel geld. En daar moet de hele ploeg moet mee. En dus je neemt beslissingen die je eigenlijk niet per se wil nemen. En ja, er wordt veel over nagedacht ook, van hoe moeten we dit nou dan oplossen. Maar het heeft veel van ons gedrag heeft te maken met het tempo waarin wij leven, denk mm-hmm. ik. En je zei over die Zwitsers in dat bergop, die we iets meer terug. Die hebben ook een soort van, toen dat het nog denk ik, ja, rustiger dat, was. Ja, kijk, het is maar een generatie geleden dat die vader gewoon de berg opliep. Ik bedoel, dan bleef hij ook slank bij en zo en gezond. Ja. En ja, hij niet meer. Ja. Heb je voor jezelf meer aanknopingspunten gekregen over hoe die klimaatverandering te tackelen is? De rechten wordt natuurlijk wat meer uitgediept. We gaan het vanavond ook meer hebben over theater, design. Ja. Heb je meer gevoel gekregen voor waar de sleutel zit of waar een kansrijke route ligt? Nou ja, het is mij heel duidelijk geworden dat onze overheden echt iets moeten doen. En echt drastische maatregelen moeten nemen. En dat ze met zo'n verhaal over zo'n uitbreiding van Schiphol of Lelystad, dat gewoon in deze tijd echt niet meer kan. Mm-hmm. En dat ze dat wel doen, vind ik echt wel tamelijk onbegrijpelijk, eerlijk gezegd. Ik vind mm-hmm. dat gewoon een soort... Ja, ik begrijp dat gewoon niet zo goed. Ik begrijp het best wel, want het is economisch. Maar denk over hoe het dan over 50 jaar hier is, weet je? Wat is dan belangrijker? Nou ja, en dan is de overheid nog belangrijker dan de nieuwe topman van Schiphol. Lijkt mij ben wel, Schop, ja. Komt van Shell. Daar ga je ook niet veel van verwachten misschien. Nee. En, maar de overheid dus. Ja. Nationaal. En nationaal en Europees en wereldwijd. Daar moeten gewoon grote beslissingen genomen worden. En die moeten ook snel genomen worden. Mm-hmm. En die overheden moeten onder druk gezet worden, denk ik. Dus dat is een beetje de agenda-route, zeg maar, die rechtszaak. Gaan we misschien ook nog wat meer over hebben, maar dus die nou, kant. RWE, die school, die had echt gedacht, jij Peruaan gaat echt niet winnen, want dit is belachelijk. En ze wonnen wel. En er kwam een groot applaus in die rechtszaal. Het was zo leuk om daar te zitten. We mochten het niet filmen, had ik het kunnen filmen. Ja. Die rechter was gewoon zo tof en rechtvaardig. Mm-hmm. En draaide echt even zulke rake klap uit. Ik bedoel... Ja, en hij haalde jurisprudentie aan uit toen zeg maar, de industriële revolutie begon. Toen dachten ze er al over na van, dit gaat vervuiling opleveren. Ja, wie gaat dat betalen? Het is toch ook belachelijk gewoon. Ja. Geef even, ik bedoel, ik kan het niet uitleggen aan mijn kinderen. Mm-hmm. Goed, gaan we zo door over praten. U wilt wat vragen? Ja, ik kom er naartoe. Ik ben het helemaal mee eens dat de overheid echt harde maatregelen moet nemen. Maar wij zijn de overheid. En je maakt een opmerking
over van ja, we kunnen niet altijd met de trein gaan, want dat is duur en dat, we leven snel. Dan denk ik, dat is nou precies wat ook moet veranderen. Dus ja, de overheid moet grotere maatregelen nemen, maar wij zijn de overheid. Dus wij moeten ook offers brengen. En ik denk dat de mens gewoon niet bereid is om offers te brengen. Nee, dat klopt. Alleen een goed voorbeeld hiervoor is bijvoorbeeld roken. Dat was gewoon 10 jaar geleden, helemaal in het journalistieke vak, heel normaal dat iedereen aan het roken was. Gewoon overal werd gerookt en dat was heel doodnormaal. En op een dag zeiden ze van, nou, dat mag dus niet meer, klaar. Toen waren er een paar mensen die gingen heel erg tegenspreken. Wat een vrijheid van meningsuiting, ik mag zelf bepalen dat ik rook. Nou, dat duurde 2 weken volgens mij, toen was het afgelopen. Ik vond het nogal een opluchting. 2 weken gezegd. Maar? Nou, nee, ik chargeer. Ja, ik wou net zeggen. Niet zo lang, maar ik vond het een opluchting. Ik was blij dat er eens iemand zei, oké, dit gaan we niet meer doen. Hetzelfde geldt voor de vleesindustrie. Daar kan je gewoon zeggen, dit is echt onmenselijk om het zo dieren te houden. Dat gaan we gewoon niet meer doen. Punt. Oké. En ik ben niet de enige, hè? Nee. Jan Terlouw zegt het bijvoorbeeld ook, hè? Ja. Oké. Nou, ik kom zo verder. Ik sluit altijd af met toekomstplannen die je wellicht hebt voor nieuwe uitzendingen die misschien over iets heel anders gaan. Ja, totaal anders. Ik vertrek overmorgen voor ook een heel vervelend onderwerp. Maar goed, we gaan het wel doen. We gaan bekruipen in de huid van opkomend rechts in Duitsland, Oostenrijk en die Oostblokhoek. Omdat zeg maar in Hongarije. Duitsland hadden we het, ja, Hongarije, ja. Maar in Duitsland is het nog lastiger dan in andere landen gezien de geschiedenis. Maar er is gewoon een grote groep intellectuelen die gewoon weer rechts adoreert. En daar gaan we naartoe en we gaan in hun hoofd kruipen en kijken wat volgens hun de toekomst is. Okay. Ik vind het heel moeilijk, maar ik denk wel dat het heel belangrijk is om te zien wie dat zijn. Ja. Praten die makkelijk? Krijgen ze te pakken voor gesprekken? Ja. Nou, dat heeft best wel lang geduurd, maar nu is het zover. Ik word ondersteund door Henneke. Oké, is het nog dit seizoen, dit voorjaar, of wordt hij na de zomer? Ja, ergens in april toch, geloof ik, wanneer was het? Oké. Ja, oké. Britta, dankjewel voor je toelichting. Ja. Voor je. We gaan naar het eerste fragment toe. Amitav Ghosh kwam net al ter sprake over de oorzaken van klimaatverandering en daarna dus Anouk Nijens. Climate change is a matter of policy. You know, it's a matter of policy, it's a matter of how you implement certain policies, it's a matter of finding solutions, even if you like. But at another level, climate change is very profoundly a cultural problem. It's a problem of your desires, it's a problem of your imaginaries, it's a problem of what do I want, what are the things I want. And I think that is actually the fundamental dynamic of climate change. You know, we have to approach climate change as an issue of culture. This is not just a set of material connections. It's not just a set of scientific impacts or technological impacts. Fundamentally, as long as our ideas stay the same, we will never be able to address these issues. This aspect of desire is absolutely fundamental to human history. It has been there for a very long time. If you go to a place like, say, Kuwait or Abu Dhabi, these are water-stressed areas, desert, you know, literally where the water has to be desalinated, you know, seawater desalinated, expending a huge amount of energy and so on. At the same time, you'll see in these places that they're trying to create lawns and gardens that look like European lawns and gardens. You know, what is it that has made these people, you know, whose grandfathers and so on would have been happy just to have a single date farm? You know, some other resilient plant growing in that place. What is it that has made them want this? What makes people in a place like Australia, you know, which is again extremely water stressed, what makes them want lawns? You go to Arizona, you know, again, it's actually a desert. Even there, they have lawns. You know, so it makes you wonder, what is it that makes people want this?
And it's absolutely a question of desires that are planted in them through culture. You know, through some idea of England or Europe, a European garden, an English garden, which they are trying to recreate in places which are completely unsuited for it, like the Middle East, like Arizona, like Australia. It's when you see this that you realize, actually, that, you know, in a sense, the problem is that of making water. In a broader sense, the problem is, why make that water for this? Anouk Nijens, welkom. Ja, en dit zijn altijd hele lastige stoelen. Dus oh jee. We kunnen ook gaan staan als je dat fijner vindt. Het is wel een soort... Ja? Ja, nee, okay. Ik zit goed. Als je toch wil staan later, dan geef een gil. Klimaatverandering als een soort van cultural issue, vreemd je het? Voel jij je als theatermaker aangesproken door zo'n oproep? Een vraag die ook te maken heeft met de laatste voorstelling die ik gemaakt heb. Die heet Tenzij je een beter plan hebt. Die heb ik dus samen met Rebecca de Wit gemaakt. En die vertrekt eigenlijk vanuit een opdracht waarvan Rebecca en ik allebei de afgelopen jaren... De afgelopen jaren die we allebei vaker tegenkwamen in interviews, in essays, in... Een soort laatste hoofdstukken van boeken van filosofen, waarin mensen die zich dus afvragen van hoe kan het nou dat klimaatverandering, dat we zoveel weten en al die bewustwordingscampagnes, hoe kan het nou dat we eigenlijk zo weinig doen? Of nou ja, dat we nog steeds vliegen en nog steeds zoveel vlees eten. En dat steeds meer filosofen en sociologen en klimaatexperts zeggen, misschien moeten we niet steeds maar constant al die maatregelen zo... etaleren, maar hebben we verbeelding nodig. Dus een soort stip aan de horizon, omdat dat staat er dan ook heel vaak. Ja, yes, ja. Ja, dat dacht maar ik dus ook. Waarmee je mensen dus ook op een andere manier aanspreekt. Niet nou vanuit ja, omdat de maatregelen, het mag is niet. Dat is een heel mooi hoofdstuk ook in dat, ik denk, die bestseller van Yuval Harari, Homo Sapiens. Daar staat in dat al eeuwenlang zo is, dat fictie mensen in beweging zet. Okay, en die handschoen heb je opgepakt eigenlijk? Nou, heel lang getwijfeld, want ik vind hem ook nogal pretentieus om te denken dat je als kunstenaar een soort verbeelding kan scheppen en dan het klimaatprobleem kan oplossen. Maar het is wel vaker zo dat hele grote problemen of zo, dat die dan vaak zo bij zo kunstsubsidies uitkomen. Van, nou ja, dan doen jullie dat maar. Maar hoe begin je dan, jij en Rebecca? Ja, nou ja, kijk, dat was dus ook de grote twijfel, dat het nogal pretentieus was om op een podium te gaan staan en om te zeggen, nou, wij gaan deze handschoenen oppakken en eens even verbeelden over hoe we dat probleem kunnen oplossen. Dus Rebecca heeft dan een hele scène over dat ze bang is dat ze in elkaar wordt geslagen door allerlei mensen. Maar waarom we ook twijfelden is omdat klimaatverandering zo groot is. Ja. En het is een beetje flauw om te zeggen, maar op de toneelacademie leer je juist altijd, hou het klein, hou het dicht bij jezelf. Ja. En dat is klimaatverandering dan niet bepaald. En dan nogmaals de vraag, hoe pak je dat aan? Ja. Want dat lijkt me hartstikke moeilijk. Maar dat hebben jullie toch gedaan. En op een goede manier, volgens mij. We hebben een mooie tournee en zo, maar dan ga je zo meer over vertellen over wat eruit kwam. Maar hoe pak je dat dan aan? Ga je heel veel lezen? Ga je heel veel praten met mensen? Waar ontstaat er een soort van dat je toch grip hebt op dat onderwerp? Is dat zeg maar een gletsjer die smelt? Of is dat een verhaal over water dat omhoog gaat in een land dat laag ligt? Waar zit je aanknopingspunt? Ja, we hebben wel veel gesprekken gehad met biologen, maar ook veel gelezen. Zo Bruno Latour en zijn Parliament of Things, posthumanisme. Maar we zijn natuurlijk ook geen wetenschappers. En wat je dan ook vaak doet, is gesprekken voeren met elkaar. En dan kom je er op een gegeven moment wel achter. Rebecca, die heeft ook eigenlijk sinds heel jong, die had allemaal milieuclubjes vroeger op de basisschool. En ik hield best wel vaak spreekbeurten over smeltende gletsjers en uitstervende diersoorten. En dat ik me ineens besefte van, oh ja, die spreekbeurten die eindigden bij mij altijd met een slogan. Namelijk de slogan, een beter milieu begint bij jezelf. Ik was eigenlijk, dat zeg ik ook in de voorstelling, een soort onbedoelde vrijwilliger van de Nederlandse overheid. Ja. Die dat spotje de wereld in... 51, ingekomen. Ja. Dus stond ik zo voor de klas. En dat ik me ineens besefte door er met Rebecca over te spreken, dat ik het niet meer geloof. Ik geloof niet meer dat een beter milieu bij jezelf begint. Nee. En daar zat ineens een soort, merkte ik een soort frustratie en...
Ik bedoel, ik heb echt... ik ben nog steeds... ik ben nu weer veganist. Maar dat helpt natuurlijk niet. Mm-hmm. En dat ik ergens een soortje heb nu ook... Daar hadden we het net aan tafel over... Dat je nu in Nederland klimaattherapie hebt. Omdat blijkbaar de enorme stroom aan nieuwsberichten... over smeltende gletsjers en zo... mensen heel erg apathisch maakt. Dus denk, ja, ik kan toch niks doen als individu. En dan ga je dus, dan zijn er nu dus psychologen die in het land bezig zijn om. Dan ga je dus in een clubje, in een kringetje bij elkaar zitten. En dan ga je aan elkaar vertellen waarom je zo apathisch bent. En dan is dus de therapie dat je gaat zoeken hoe je weer een soort hoop vindt. Oké. Ja. Dus de borsteling van de groenmens volgende week. Goed. Nou, ik heb het nooit gedaan, die therapie. Nee. Maar, Maar even naar jullie voor. Dat geeft een persoonlijk beeld. Persoonlijk maken. Ja, precies. Ja. En hoe kom je dan daaruit? Jullie hebben hoeveel voorstellingen gespeeld? 40 of zo. Oké. En ben je dan aan die 40 ben je dan zeg maar klaar voor die therapie? Omdat je het helemaal gehad hebt? Nee. Of ben je juist strijdbaarder, optimistischer... Ja. Eruit gekomen. Hoe? Nou, de voorstelling is best wel... Jan heeft hem ook gezien. Maar dat zit best wel complex in elkaar of zo. Het is best wel, zeg maar... Wat een beetje het probleem ook is met klimaatverandering... is dat het heel snel zo... Ja, het is allemaal zo kut. En dat je met een soort moralistisch vingertje... En dat is heel saai theater. Dan ben je ook binnen 5 minuten klaar. Hoe maak je het spannend? Problematiseren. Problematiseren. Dus, conflict. Nee, dus je gaat dan. Dus jij was Postbus 51 en Rebecca was. Wat is er dan het tegenovergestelde? Ja, ik weet niet. Postbus 51. Ja, vraag me ook af. Maar los daarvan, dit is zeg maar hypothetisch. Klimaatontkenner. Ja, maar hoe deden jullie het in de voorstelling? Nou, je ziet eigenlijk hoe we het hebben opgelost, is dat we uiteindelijk een hoofdpersoon hebben gecreëerd. Dus je ziet ons gewoon staan. Het podium is vrij leeg. Je ziet een hele grote schermen waar de aarde op afgebeeld wordt. En je zoomt eigenlijk heel erg vanuit het heelal, vanuit het universum, ga je zeg maar steeds dichter naar de aarde toe. En op een gegeven moment, dat kan je heel mooi met Google Earth doen, dan zweef je er zo overheen. Dus we zijn over New York en Bahama's. Dus je zoomt heel erg in. En je ziet Rebecca, dus en verder zie je eigenlijk niet zoveel. En wat Rebecca en ik doen, is eigenlijk het verhaal vertellen van een hoofdpersonage die probeert uit die klimaatinpassen te komen. En wat daarmee ook gebeurt, is dat je eigenlijk met taal ook demonstreert hoe verbeelding werkt. Mm-hmm. Want iedereen heeft zeg maar dat hoorden we ook. Ik moest heel erg aan mezelf denken of aan mijn moeder. Of iedereen begint dan zeg maar 1,5 uur lang te verbeelden. Maar je gaat dan, we hebben dus echt die opdracht heel serieus genomen. Dus hoe kunnen we een wereld verbeelden waarin de relatie tussen mens, aarde en dier weer een beetje genormaliseerd is. En we kwamen er op een gegeven moment achter dat er eigenlijk al best wel veel van dat soort verhalen bestaan. En heel mooi. Maar dat op de een of andere manier wij ons er niet als mensheid collectief achter willen scharen. Mm-hmm. En dat het probleem dat die hoofdpersoon is. Omdat we allemaal best wel, zeg maar, vanaf onze jeugd leren, ik tenminste wel, zeg maar, dat ik mezelf als individu moet ontplooien. En ik ben de hoofdpersoon van mijn eigen leven. En aan de ene kant, dat zeggen we op een gegeven moment ook in de voorstelling, lijkt er ook een enorm verlangen om collectief iets te doen. Hè? Weet je, en dan samen een change en zo. En aan de andere kant zijn er heel veel mensen als de dood om een stukje van zichzelf te verliezen. Mm-hmm. Of iets op te maar geven. Maar in dat collectieve zit een oplossingsrichting. Ja, ik denk, mm-hmm. denk van wel. Ja. Ja, omdat wat die man ook net zei, zeg maar. Ik vind ook dat de overheid veel meer moet doen. Maar tegelijkertijd, zeg maar, vind ik dat wij als consumenten ook een verantwoordelijkheid hebben. Ja, maar soms moet je ook de consument tegen zichzelf in bescherming nemen. En misschien is dat wel de taak van de overheid. Kan je dat een stap concreter maken? Wat zie ik dan als... Nou, als... ja, ik ben geen psycholoog. Nee, maar ik kan me wel voorstellen... Ik bedoel, stel je nou eens voor dat alle reclames... Dus zeg maar vliegreclames, vleesreclames, net zoals bij dat roken... Mm-hmm. Dat op een gegeven moment dat je nergens meer een pakje sigaretten... zeg maar op een billboard zag... Dat de overheid gewoon beslist om zeg maar alle reclames van bedrijven die enorm klimaatverandering zeg maar dat die gewoon verboden worden. Ja. Omdat blijkbaar, dat weet ik dus niet, maar dat zeggen psychologen, dat je als individu enorm beïnvloed wordt en gemanipuleerd. Omdat en zeker kleine kinderen die denken dan, zeg maar, ik moet ook dat roze jurkje. Met rook is natuurlijk een heleboel instellingen hebben nu de rookindustrie aangeklaagd. Zou je zoiets ook voorzien? Hè? Dus het verleidelijk maken van vliegen is misschien ook wel een verwijtbaar iets. Ja. Zo'n soort gedachten. Ja, nou, het lijkt mij gewoon ook heel bevrijdend, zeg maar, dat al die reclameborden dan. Wat gewoon, zie je dan? Ja. Zeg maar, soort
soort mooie kunst. Misschien gewoon overal, zeg maar, afgestudeerde Rietveldse studenten die dan overal die reclame worden. Of misschien toch? Andere reclames. Sorry dat ik je even... Wat voor reclames dan? Nou ja, van dingen die wel de moeite waard zijn. En zoals? Die... Er blijft heel weinig over. Ja. Nou ja, er zijn toch wel dingen... We moeten nog steeds dingen eten. Ik bedoel... Kunst, ja. Hé, hey, tuurlijk, maar je kan toch... Ja, nee, helemaal waar. Maar je kan toch ook reclame maken voor iets wat je eet. Wat zo min mogelijk gewoon een lokaal geproduceerd fruit. Nou, krijg je een soort... appel in oktober. Is toch prima? Nou, dan zie je een appel in oktober. Antroposofische reclames krijg je dan overal in. Pastelkleuren. Ja, nou, perfect. We zijn eruit. Anouk en ik zijn eruit. Zijn er vragen aan Anouk? Ja, klein momentje. Ik kom er even... Ja. Ik vind het heel mooi wat je zegt. Maar ik krijg het gevoel dat je praat over microniveau, Nederland. En wat doen we met die idioot in Amerika die nu president is? Die zegt van, ik hou me helemaal niet aan de milieuakkoorden van Parijs. Dus dat is het hele grote verhaal wat er boven hangt. En hoe moeten we daar nou mee omgaan? Nou, dat is, voor mij zit er dus een enorme hoop in het recht. Maar daar mag ik nog niet te veel over zeggen. Dus daar gaan Jan en Laura straks... Misschien even voor, want jij bent wel op het recht uitgekomen. Zeker, van jouw, we gaan helemaal uitleggen dan waarom wij denken dat het dus dat je niet eigenlijk in het theater moet zijn. Mm-hmm. En dat wij een beetje... Dat wij dachten, oh ja, verbeelding, dat is natuurlijk kunst en in het theater en... Maar dat er ook natuurlijk zoiets als waar Yuval Harari het dan ook over heeft, imaginaire orders bestaan die niet per se zijn van je gaat naar een voorstelling en je gaat je van alles verbeelden, maar dat het recht bijvoorbeeld ook iets is wat eigenlijk een soort, op een gegeven moment, ik heb dan in een andere bijeenkomst gezegd dat je, dat het wetboek, dat je dat eigenlijk ook als een soort roman zou kunnen lezen over hoe wij graag de samenleving zouden zien. En dat recht, is natuurlijk wel een beetje waar. En dat rechtszaken eigenlijk een soort dorpsbijeenkomsten zijn waarin we eigenlijk met elkaar ons afvragen of we ons er nog wel genoeg aan houden. Okay. En dus ik heb enorm veel, zeg maar, mijn hoop zit... Dus de laatste scène van de voorstelling is een rechtszaak... Mm-hmm. waarin een chimpansee het habeas corpus recht toegewezen krijgt. Het habeas corpus recht, correct me if I'm wrong, hè. Het habeas corpus recht is dus een basismensenrecht, wat na de afschaffing van de slavernij is ontstaan. En dat zegt dat ieder mens op deze aarde te alle tijden het recht heeft om zijn verhaal voor een rechter te vertellen. Dus ook als je in de isoleercel zit of uitgeprocedeerd bent, je mag altijd via dat habeas corpus recht. En er is dus een advocaat in Amerika, Steve Wise, die al 30 jaar... probeert dat habeas corpus recht aan chimpansees toegewezen te krijgen. En op een gegeven moment lukte het dus. Ja. Dus er is dus een chimpansee die het habeas corpus recht gekregen heeft. En toen, dus we eindigen eigenlijk met dat er in die rechtbank, dat daarom vind ik die rechtbank zo hoopvol, omdat er in het recht dingen kunnen gebeuren die je van tevoren niet voor mogelijk houdt. En omdat je, als een aap een basis mensenrecht krijgt. En je hebt ook die rivier Nieuw-Zeeland en dan heb je ook nog dat gebergte. En jij wil wat zeggen, geloof ik. Dat zijn rechtspersonen. Ja, en je hebt de olifanten en goden in India, die zijn ook allemaal rechtspersonen en zo. Dus op een gegeven moment... dan gaat ineens die relatie zo tussen mens en dier en aarde, die begint ineens een beetje diffuus te worden. Want dan zeg ik ook op een gegeven moment in de voorstelling dat een journalist heel hard roept van, wat krijg je dan straks? Gaan we dan straks de universele verklaring van de rechten van de mens omzetten in de universele verklaring van de rechten van alle levende wezens? Dat wordt natuurlijk een totale chaos. Maar toch is dat een interessante weg, zeg jij. Ja, ik vind dus van wel. Maar, daar zit je hier. Ja. Oké, we gaan even naar jou vragen en dan gaan we door naar de echte... Naar de echte... ik ben een soort jokertje. Hè? Jullie intro... Ik ben blij dat je dit zegt, want dinsdag heb ik een rechtszaak. Super. Over de impuls van internet en dat je de nieuwe grens van de aarde is, of van de samenleving is de aarde, met energie en dat soort zaken. En ik heb internet kunnen vertalen naar, of de aarde kunnen belichamen, zodat internet of technologie de logica van de aarde begrijpt. Dus de menstaal, de natuurtaal, de taal van leven in plaats van de taal van de machine. Oké. Okay. En dus ik heb nu een argument van de aarde is een lichaam. En wanneer de aarde als een lichaam zien, dan kunnen wij de aarde internaliseren. Dan kunnen we één worden met de aarde en het alle leven. Mm-hmm. En vanuit de aarde energie, grondstoffen, hele rattenplan. Vervolgens heb je het leven, de klimaat, planten, dieren,
mens, beginnen bij de kwetsbaar. En die moet eerst zijn voorwaarden voor de rest. En ja, kijk, die volgorde, dus gaaf dat je dit zegt. En nou, Jullie moeten even nababbelen, denk ik. Ja, nou, ja, ik hoop, zeg maar, wij gaan waarschijnlijk ook een rechtszaak aanspannen. Dus er komt wel wat aan. Ja, maar bij mij willen ze mij aanpakken. Ik heb mijn belastingdienst lopen kloten. Maar... Oh. Dat is iets heel anders. Okay. Nee, maar ik heb dit moeten onderzoeken. Nee, maar het gekke is, ik heb dit onderzoeken van de logica van de computertechnologie. Want je moet anders gaan denken. Ja. Dus ons denken zit helemaal... Dus we gaan naar een nieuw democratisch systeem. Een drie-statenstelsel met de steden verbonden, natiestaat, een soort tussenstaat met internet. Moet een nieuw stelsel. Dus maar nee, dat is laat. Amira Vals, maar dankjewel voor je... Jullie gaan elkaar even opzoeken na 10 uur, denk ik. Bart, dankjewel. Ja. En Anouk Nijens, dank voor je komst en toelichting. Anouk. Ja, nu komt het leuke deel. Nee, jouw stuk was ook hartstikke leuk. We gaan, voordat we doorgaan, even naar het tweede fragment. En dan komen we aan het woord Roda Verheijen, de advocaat, die bepleit de zaak van haar cliënt. En dat is Saul Luciano Liuja. Mijn mandant had een probleem, en zwar een akutes. Zijn huis wordt... Irgendwann ist nur eine Frage des Wann überschwemmt, aufgrund der Gletscherflut, die dort unmittelbar bevorsteht, in den peruanischen Anden. Dieses Problem ist nicht neu, das ist schon eine Weile gewachsen, aber es ist ein großes Problem. Er möchte Schutzmaßnahmen erreichen, damit diese Gletscherflut nicht ausgelöst wird. Das bedeutet konkret, soll ein neuer Damm gebaut werden und gegebenenfalls auch neue Abflussrohre. Schlicht, der See soll ungefährlich gemacht werden. Er sagt, RWE hat mit einem erheblichen Anteil an dem globalen Klimawandel teilgehabt. RWEs Geschäftsmodell ist es, Strom aus Kohle zu machen. Dadurch werden CO2-Emissionen freigesetzt, dadurch verdienen die Geld. Ich möchte, dass sie dann wenigstens dafür sorgen, dass mein Haus nicht überschwemmt wird. Wir hoffen, dass wir hier heute mit einem Beweis... Wir versuchen RWE nicht für den ganzen globalen Klimawandel verantwortlich zu machen. Das haben wir nie vorgetragen. Wir sagen... Für den Teil, für den du verantwortlich bist, für deinen Emissionsanteil, für den bist du verantwortlich für die Schutzmaßnahmen. RWE sagt, das ist völlig unmöglich. Man müsste, um einen solchen Anspruch zu stellen, das einzelne CO2-Molekül und seine Auswirkungen konkret über dem Gletscher bzw. an dem konkreten Gletscher verfolgen können. Das kann man nicht. Erste Argumentation. Zweitens, selbst wenn man das nicht müsste, wäre es völlig irreal, bei so vielen Verursachern nur einen rauszupicken. Und selbst wenn das ginge, ist es schon auch gar nicht möglich festzustellen, dass unser Verursachungsbeitrag überhaupt einen Unterschied gemacht hat vor Ort. Dazu muss man ja wissen, dass RWE der größte Einzelemittent Europas ist. RWE emittiert so viel wie das ganze Land der Niederlande. Über 20% der gesamtdeutschen Emissionen kommen aus den Anlagen der RWE AG. Nur die RWE AG hat von der beobachteten Temperaturerhöhung 0,5% verursacht. Ich finde das nicht unwesentlich, sondern wesentlich. Ist überhaupt nicht zu vergleichen mit dem einzelnen Autofahrer. Der einzelne Autofahrer macht wirklich nur in der Masse einen Unterschied. RWE macht alleine einen Unterschied. Graag uitnodigen Laura Burgers en Jan van de Venis. Welkom beiden, neem plaats. Laura, gewoon even kort introotje. Daarna maken we natuurlijk de link met wat Anouk net heeft verteld. Maar even kort, wat is je expertise? Je bent nu aan het promoveren. Ja. Kun je iets vertellen over je onderzoek? Mijn onderzoek gaat eigenlijk over... Wacht, ik moet het natuurlijk nu wel even kort en duidelijk zeggen. Klopt. Over hoe rechters in dit soort milieuactivistische rechtszaken kunnen bijdragen aan rechtvaardigheid. Nou, als je dat gezicht erbij trekt, dan denk ik dat het een heel mooi... Nee, het is een fantastisch onderwerp. Oké, dankjewel. Je schrijft ook nog dingen, maar dat is een beetje volgens mij een andere insteek. Toch een ander onderwerp? Je schrijft ook boeken. Ik heb twee jeugdboeken geschreven samen met mijn vader en een essaybundel met vrienden. Maar dat is wel mooi om even te doen. Heeft met klimaatverandering te maken. Jan, jij bent Just Law. Ben je oprichter van, medeoprichter, mensenrechtenadvocaat en milieuadvocaat. En ook nog waarnemend ombudsman voor de toekomst. Ja, vertel.
Dat laatste of de rest? Nou, eigenlijk alles. Maar even eerst dat laatste, want dat maakt me het meest nieuwsgierig. Dat laatste. Er zijn steeds meer landen die het rekening houden met toekomstige generaties, willen institutionaliseren in hun eigen systeem. Dus inheemse volkeren deden dat al. Die denken 7 generaties terug en 7 generaties vooruit bij alles wat ze doen. Wij doen dat eigenlijk totaal niet. Terwijl we wel die generaties beïnvloeden. Ja. En vanuit mensenrechten zou je kunnen zeggen, nou, die krijgen dus ook rechten. Mm-hmm. En die zijn we nu al aan het beïnvloeden. Hebben we dan of niet een plicht om te zorgen dat we een mooie wereld over te dragen aan ze, of in ieder geval te zorgen dat we ze niet beperken in hun leven, dat leven wat ze gaan opbouwen. Dat is de ombudsman toekomstige generaties. Ja, ja. En Just Law, wat is dat? Dat is een advocatenkantoor, adviesbureau. Ik werk mee aan rechtszaken op dit gebied vanuit de mensenrechtenkant. Dus dat is mijn expertise. Ik train mensenrechteninstituten. Ik werk veel voor overheden, zelfs voor bedrijven. Maar als die niet willen wat ik zeg wat ze moeten doen, dan stap ik eruit. Dus, okay. Daar staat Just Law voor. Ik trek wel de grens bij wat ik vind wat just is. Ja. Ah, oké. Okay. Ja, dankjewel. Dankjewel. Laten we even naar het fragment gaan. Want waar hebben we nu precies naar gekeken? Volgens mij, je zou bijna denken, gewonnen champagne en hartstikke mooi. Maar dat is nog niet helemaal het geval, hè? Laura, nee, ja, wat je ziet in de documentaire, heel mooi is op een ander moment dat inderdaad de advocaat heel opgetogen de zaal uitkomt. En de tranen staan bijna in hun ogen, omdat ze zo blij zijn met de uitspraak van de rechter. Maar er is maar echt een heel kleine overwinning daar behaald, afgelopen 30 november. Wat er is gebeurd, is dat de rechter inderdaad die zaak heeft toegelaten tot de bewijsfase. Dus er was eerst een rechter die zei, nou, belachelijk dit gaan we überhaupt niet overwegen. En deze rechter nu, van de civiele senaat Ham, die heeft nu dus gezegd, nee, we gaan het wel overwegen. En partijen, dus meneer de Peruaanse boer en berggids en ook RWE, komen jullie nu maar met allemaal expertrapporten. Ga maar bewijzen van dat er een causaal verband is tussen die uitstoot en de mogelijke schade daar in Peru. Dus dit is goed nieuws, maar nog steeds wel een beetje beperkt goed nieuws. De uitkomst van die zaak moet echt nog maar helemaal blijken. Het kan zijn Precies. dat RWE wordt vrijgesproken. Ja, alleen mag je nou niet zeggen vrijgesproken, want het gaat hier juist dus om een civiele zaak. Oké. En niet om een strafzaak. Mm-hmm. Dus het wordt meteen weer technisch. Ja. Maar dat is wel goed om je te realiseren dat het hier gaat om een civiele zaak en niet om een strafzaak. Niet zo lang geleden had Jelmer Mommers op de Correspondent een mooi stuk over vergelijkbare zaken die New York heeft aangespannen tegen een aantal oliebedrijven. En in de discussie daaronder zag je ook mensen die noemden dat strafzaken. Maar het gaat hier dus niet om straf, om morele verwijtbaarheid. Het gaat erom, er wordt iemand schade toegebracht. Die persoon kan er zelf niks aan doen. Dus ja, liever dat die persoon die daar wel wat aan kon doen, dat gaat betalen. Dus het gaat meer om verantwoordelijkheid dan om morele verwijtbaarheid. Ja, okay. Maar het kan inderdaad zo zijn dat de rechter alsnog gaat zeggen, oh nee, niet genoeg bewijs. Of. En dan ben je niet vrijgesproken, maar dan is er dus geen verantwoordelijkheid geconstateerd. En Precies. Dan wordt de vordering afgewezen. Okay. Exact. Okay. En hoe kijk jij, Jan, als je dit ziet, denk je van, goh, dit is echt heel goed nieuws. Mijlpaal, nieuwe opening, dit moeten we meer gaan doen? Of zeggen van, ja, er zijn toch wel wat kanttekeningen te plaatsen? Nee, ja, dit moeten we meer gaan doen. Want het gave aan deze zaak, want ik moet ook aan iedereen uitleggen dat deze man nog niet gewonnen heeft. Ja. In allerlei netwerken wereldwijd, dus allerlei NGO's, allerlei mensen die zich actief maken om klimaatverandering, die roepen dit, hoera, het is een justice issue. Weet je, dat vinden wij, dat voelen we en het gebeurt nu. En dan moet ik dus temperen van, absoluut, en deze zaak gaat verder. En er zijn andere zaken die ook zijn opgestart en die gewonnen gaan worden. En het is heel belangrijk dat het recht hier een grotere rol in gaat spelen. Want het recht is eigenlijk als allerlaatste er nu bijgehaald. Mm-hmm. De economie is veranderd, de technologie verandert, maar het recht. En het recht verandert. En alleen al, ik doe dit werk, dit specialistenwerk, nu een jaar of 10. 10 jaar geleden wilden NGO's als Greenpeace en Amnesty, en ik mag nu rustig zeggen, niet met elkaar samenwerken op deze thema's. Zeiden Amnesty, als er mensen doodgaan, dan wordt het een mensenrechten-issue. Ja. En Greenpeace zei, ja, maar wij zijn geen mensenrechtenclub. Dan snapt niemand het meer. Dan gaan ze geen geld meer aan ons geven. Maar in Parijs stonden ze samen met de verklaring. Dus ook vanuit die hoek wordt klimaatverandering als een enorm belangrijk juridisch thema gezien. En wat brengen dit soort zaken? Die brengen dat morele besef en de morele verandering. En als die goed is ingezet. En het is wat mij betreft de vraag of dat hier gaat lukken. Hè? Hoe bedoel je goed is ingezet? Nou, dit is een hele moeilijke waar die voor gaat. Dus hij wil en aantonen dat RWE verantwoordelijk is voor een deel van die uitstoot, maar ook nog eens dat RWE dus
vanuit het causale verband, gelinkt aan die toren die boven zijn dorp zit, of die dam, dat ze moeten bijdragen aan het voorkomen van schade waarvan hij niet zeker weet of die ooit zal verwezenlijken. Nou, dat is juridisch hartstikke moeilijk. Wat makkelijker is, is bijvoorbeeld zeggen, bedrijf, je moet gewoon stoppen met dit. We weten dat klimaatverandering schadelijk is. Dus jij moet zorgen dat je gaat afbouwen. Of overheid, jij moet gewoon stoppen. Dus je hoeft geen geld, daar kunnen we altijd later nog over praten. Maar het is gewoon nu belangrijk dat je gaat stoppen. En dat is veel makkelijker te doen in het recht. Dus er speelt een beetje een hoog spel. Oh, die zijn, okay, maar hier dus niet. Hier is die keuze niet gemaakt. Nee, ik weet niet waarom ze daarvoor gekozen hebben. Misschien ook in combinatie met German Watch, die NGO die erachter zitten. Dus misschien het kan ook strategisch zijn, hè, dat ze hebben gezegd, we gaan dit zo groot insteken, dan pakken we vast wel ergens iets. En dat wat we verliezen, dat gebruiken we dan van, hoe bizar is het dat dit niet kan. Ja, nou, bovendien is het ook, denk ik, niet helemaal kansloos. Nee. Ik bedoel, je moet natuurlijk altijd kijken hoe het zich ontwikkelt. Maar er is al tientallen jaren een internationaal erkend principe, de polluter pays, de vervuiler betaalt. En het idee daarvan is natuurlijk dat als de vervuiler betaalt, ja, dan worden de kosten, dus ja, de kosten van allerlei milieuvervuiling, geïnternaliseerd in het bedrijfsplan. Ja. Dus niet het, ja, dus die externe kosten waar je veel over hoort, van die nemen wij niet mee in onze prijsvoering en dat rekenen allemaal niet mee. En je gaat, dit zou een opmaat kunnen zijn naar dat bedrijven gedwongen worden om dat in hun proces mee te nemen, in hun prijs ook. Exact. Dus als je dat doorredeneert, worden vliegtickets veel duurder. Ja. Ja, en dat zou wel eerlijk zijn, ook wat de meneer net achterin zei. Wij zijn natuurlijk ook allemaal zelf de overheid. En ik denk dat die meneer ook bedoelde, we zijn niet allemaal consumenten, maar we zijn ook burgers. Dus wij zijn ook kunnen meebeslissen in de democratie. Maar in ieder geval, als het allemaal aan ons wordt doorberekend uiteindelijk, nou, dan gaan we tenminste ook samen een beetje dragen. Ja, ja. U wilde hierop aanhaken of was het nou over het punt wat net gemaakt werd? Het gaat nog verder. Als je over de echte kosten praat, dan heb je geen externalisering meer. Alleen het probleem is, op moment A gaan we iets doen met elkaar en dat vinden we geweldig. Hè? Laten we zeggen energiecentrales bouwen. En op moment B, 10 jaar later of 100 jaar later, blijkt dat we op moment A ook die externalisering al hadden mee moeten nemen. En daar zit echt het probleem. Want als je het monopolie hebt op het genereren van elektriciteit of zo, dan wil je natuurlijk niet aansprakelijk zijn voor klimaatschade. En dat is wel degelijk het geval. Dus je moet eigenlijk causale verband aan kunnen brengen tussen wat 10 of 20 of 100 jaar later gebeurt met die economische activiteit die in eerste instantie heel leuk leek. Ja, en dat wat we dus, wat je wat af zou kunnen zeggen is, we hebben die fossiele energie nodig gehad om ons te brengen waar we nu zijn. Nu kunnen we het anders, dus we moeten het anders gaan doen. En dat morele besef en dat juridische besef verandert ook. Want een jaar of 10 geleden was er ook in VN-verband, binnen mensenrechtenverband, werd er wel gesproken over het recht op gezondheid en het recht op leven. En ineens was daar klimaatverandering, waren daar rampen, waren er landen die van hun eiland af moesten. En eerst zei de VN daarover, ja, dat is misschien een mensenrechtenthema. Ja, vanuit de mensenrechten moeten we zorgen dat alle mensen op de aarde het beter krijgen. Dus alle landen moeten samen hier iets aan gaan doen. Dat was het enige. Dat was heel klein. Inmiddels is de VN veel verder en heeft gezegd, als jij niet meewerkt, land, aan het terugbrengen van klimaatverandering, schend jij mensenrechten. En sterker nog, overheden, jullie hebben de verplichting om ervoor te zorgen dat bedrijven in jouw land er alles aan doen om dit dus tegen te gaan. Ja. Maar die normen die bestaan, die groeien dus nu in Genève, hè, bij de VN in Genève, waar VN mensenrechten zitten. Maar die zien we niet terug in Nederland. Ik heb het zelfs meegemaakt dat Nederland, de Nederlandse overheid in Genève, dit soort normen aanvaardt. En als ik dan vraag hier in Nederland, wat gaan jullie dan doen? Dat ik teruggeef, het heeft geen prioriteit. Zo erg is, zo groot is het gat eigenlijk tussen waar we moreel, ethisch en juridisch al mondiaal zijn en wat we dus terugzien in ons rechtssysteem. Okay. En daarvoor zijn die zaken dus wel degelijk nodig. In artikel 21 van de grondwet staat dat de overheid eigenlijk op het milieugebied ook een zorgplicht heeft. Ja, maar dat is slechts een zorg. Dus daar staat, de overheid draagt zorg voor een verbeterend leefmilieu. Dat is geen recht op een schoon en gezond leefmilieu, wat andere landen hebben. Dus wij kunnen daar u kunt daar niet mee naar. Ik wil even de link maken naar die Urgenda-zaak. Daar hebben we ook een keer een tegenlicht over gehad. Roger Cox is ook hier een keer geweest. Dan heb je het over een Urgenda, een organisatie die de staat aanklaagt. Dat is een ander soort rechtszaak geweest. Hoe verhoudt zich dat tot het verhaal hier?
Nou, er zijn allerlei natuurlijk interessante parallellen en verschillen aan te brengen. Inderdaad, dat was. Nou, de interessantste parallel was dat niemand had verwacht dat die zaak gewonnen zou worden door Urgenda. Dus wij verwachten ook nu niet dat deze zaak gewonnen wordt, maar die Urgenda-zaak stemt hoopvol. Want althans, als je dus een beetje milieuactivistisch ingesteld bent, ik vermoed dat de meeste mensen hier dat zijn, die stemt hoopvol, want die zaak is ook gewonnen. Mm-hmm. Nou, daar ging het inderdaad om wat Jan net zei. Ging het dus niet om schadevergoeding, maar ging het om toekomstige actie-eisen. Het ging erover dat de Nederlandse staat een ambitieuzer doel moest gaan hanteren om CO2 en andere broeikasgassen te reduceren. Maar wat daarbij ook interessant was, en dat is wel misschien weer een beetje, kan ons misschien pessimistisch doen zijn over de zaak van de meneer uit Peru, is dat de Nederlandse staat kon natuurlijk niet zeggen, oh, maar klimaatverandering, dat valt allemaal reuze mee. Nee, want Nederland heeft namelijk allemaal internationale verdragen getekend. Ja. En roept voortdurend heel hard dat ze zo hun best gaan doen. En dat is voor RWE anders. Precies. Dus, en wat het interessant is aan zo'n civielrechtelijke zaak, is dat als de partijen het ergens over eens zijn, dan neemt de rechter dat voor waarheid aan. Dus omdat in de Urgenda-zaak de staat en de Urgenda zeiden, nee, klimaatverandering, gevaarlijke boel, moest de rechter dat wel aannemen. Terwijl hier, wat de rechter dus nu heeft gezegd in die Duitse zaak is, nou kom nu maar met bewijs van dat klimaatverandering ook leidt tot het smelten van die gletsjer. Dus het kan best wel zijn dat RWE dat enorm gaat bevragen. Mm-hmm. En dat kan dus nog wel spannend worden. Oké. Okay. Ja, en een klein zijstapje, wat ik het, of het erg, het is prachtig hoor, deze zaak. Want deze zaak verbindt wel Noord en Zuid. En dit is een Noord-Zuid thema. Hè. Wij hebben uitgestoten over decennia lang en zij hebben daar nu al de problemen. Ja. Maar wat ik een prachtige, nog mooiere symboliek vind, vind ik de zaken van Our Children's Trust in Amerika. En dat zijn jongeren die zelf rechtszaken voeren tegen zeg maar de provincies, tegen de staten. En daar is een schitterende uitspraak van een rechter in zo'n zaak. En die zei, ik zal dit Nederlands proberen te vertalen. Die zei, weet je, ik maak me zorgen over klimaatverandering. En het is ontzettend erg wat er de mensen in Bangladesh gebeurt, dat daar de zeespiegel stijgt. Mm-hmm. Maar daar heb ik geen jurisdictie. En dat ijsberen uitsterven en koraalriffen verbleken, dat is ontzettend erg. Maar daar heb ik geen jurisdictie. Mm-hmm. Maar deze jongeren die hier vandaag in mijn rechtszaal staan, daar heb ik jurisdictie over. En hun toekomst gaat naar de kloten als er we geen maatregelen nemen. Dus ik dwing de staat, Minneapolis of Minnesota, ik dwing de staat om targets te stellen waardoor bedrijven en de hele staat groener wordt. Ja. En dat zijn wat mij betreft de grote veelbelovende zaken. Want die laten ons ook zien, het gaat wel naar die generatie toe. Ja. Hè, die gaan de gevolgen het meeste merken. Ja, ja. Roderick van der Wal. Okay. Ja, ik denk dat RWE zichzelf wel in een moeilijk pakket gebracht heeft door zich toe te spitsen op het causale verband tussen afsmelting van gletsjers en de CO2-uitstoot die ze verzorgen, want dat verband is namelijk onomstotelijk aangetoond. Dus dat zal uit die zaak naar voren komen. Daar zijn vuistdikke rapporten over. Dus als ze zich daar als enige argument op blijven vastpinnen, dan gaan ze het verliezen. Ja. Wat zou een betere strategie zijn? Nou, ik ben geen jurist. Maar ik dacht, je hebt er zo'n goed idee over. Misschien, Nee, ik bekijk het vanuit klimaatvisies oogpunt. Dus dit gaan zij gegarandeerd verliezen. Ja. De enige vraag is dan, en dat is in Nederland mogelijk, dan krijg je proportionele aansprakelijkheid. Dus als jij verantwoordelijk bent voor 0,5% van de uitstoot, ben je dan ook verantwoordelijk voor 0,5% van de schadevergoeding. Ik weet niet hoe dat in Duitsland zit. Dat kan in Nederland, is inmiddels vastgesteld. Dus het zou maar zo kunnen, ja. Oké, okay, je wil aanvullen. Ja, ik had eigenlijk een vraag. Tot hoever heeft de financiële wereld of financiële instellingen aansprakelijkheid strafrechtelijk gezien voor het financieren van bijvoorbeeld RWE, zou je daar ook een rechtszaak over kunnen starten? Nou, strafrechtelijk denk ik niet. Want als je dus strafrechtelijk zou bekijken, dan moet in het wetboek van strafrecht staan, als je dit doet, krijg je straf. Nou, dat is niet zo voor financiering van energiemaatschappijen nu. Maar wat wel interessant is, in januari zijn principes gepresenteerd door een groep internationale juristen. Die zeggen, er bestaat nu al de juridische verplichting. Die hebben ze onderzocht wat er allemaal al is aan recht. Maar zegt, er bestaat nu al een juridische verplichting, ook voor investeerders, om niet meer te investeren in, of in ieder geval zo min mogelijk, in allerlei van dit soort vervuilende activiteiten. Maar als ik mag, wil ik ook nog iets willen vertellen, ook naar aanleiding wat die meneer daar zei over de zaak van Our Children's Trust.
Want de meneer daar vroeg zojuist van, ja, hoe moet dat nou in Amerika ook met meneer Trump? Oh. Nou, wereldwijd, het is misschien nauwelijks te geloven, maar er zijn er dus echt honderden klimaatzaken. Hè? Dus we hebben Urgenda en deze zaak van deze Peruaanse meneer, maar er zijn er nog veel meer. En ongeveer de helft daarvan speelt zich af in Amerika. Waaronder dus die prachtige zaken van Al Children's Trust. En nog maar 2 weken geleden is daar ook weer een overwinning in behaald. Dus dat stemt hoopvol. Wat altijd het argument is namelijk, als overheden worden aangesproken, is ja, maar dit is niet iets van het recht. Dit gaan wij in de politiek wel oplossen. Maar 2 weken geleden heeft de rechter daar gezegd, nee, dit is wel een zaak voor het recht. Dus daar zie je ook, het is maar weer een klein stapje, want het is niet van okay, dus nu moeten we ook echt wat gaan doen. Dat overslaat ook naar Europa en andere werelddelen, als dat in Amerika. Dat zie je echt gebeuren, dat is het mooie ook hiervan. En daarom ben ik ook misschien een van de redenen waarom ik zo enthousiast ben over mijn eigen onderzoek. Dus kijk, recht is natuurlijk in principe zit dat allemaal in verschillende landen, in verschillende staten. Maar het klimaatprobleem is juist een mondiaal probleem. Daarom levert die zaak van die Peruaanse meneer ook zo'n rechtvaardigheidsprobleem op. Want RWO kan wel zeggen van, ja, maar we hadden toch vergunningen. Ja, okay, maar dat is in Duitsland beslist. Daar hebben ze in Peru nooit wat over te zeggen. Dus je ziet, het is een mondiaal probleem. Dus er komt ook een soort van mondiale reactie en een soort mondiaal rechtsbesef. Mm-hmm. En Jan zei net, toen wij nog aan het eten waren voordat de avond begon, van ja, het is ook een kans. Het is een kans op verbinding van de wereld. Nou, dat is misschien wel het meest optimistische wat je kunt zeggen over klimaatverandering. Is het te simpel om te zeggen dat recht doet wat de politiek een beetje nalaat, waar het daar niet helemaal lukt, dat recht dat wel gaat lukken, een beetje die mondiale, of is dat kort op de bocht? Ik denk, nee, dat is zeker niet. En het gebeurt, ja. Het gebeurt gewoon. Het is nu aan het gebeuren. Niet alleen op klimaat, op luchtvervuiling, op watervervuiling, dit soort thema's. Dus je kan eigenlijk zeggen, zodra het ons eigen voortbestaan gaat raken, is het natuurlijk een issue van het recht. Ja, oké. Okay. Ja. Meneer, u had een vraag. Ja. Ik denk dat er een element onderschat wordt, in ieder geval nog niet aan de orde is geweest, en dat is het publicitaire effect van zulke soort zaken. Recht is natuurlijk een belangrijk instrument, maar zeker niet het enige. En wat je in heel veel van die zaken ziet, en ik heb ook navraag gedaan bij mensen uit de bankwereld, en je ziet het nu ook weer bij die ING-toestand, dat zodra de publieke opinie hard genoeg het gevoel krijgt, dit kan gewoon niet, dan krijg je daar vanuit de publieke opinie een reputatieschade als bedrijf waar ze niet op zitten te wachten. IKEA heeft een tijd geleden een enorm probleem gehad, omdat er ergens geschreven werd dat ze hun spullen lieten maken door kinderen. IKEA is zich daar helemaal rot van geschrokken. En die zijn er meteen mee opgehouden. En ik denk, dat gebeurt op heel veel terreinen. Zodra de publieke opinie zich tegen een bedrijf keert, daar zijn bedrijven super gevoelig voor. Misschien wel gevoeliger voor als voor recht. Ja, dat is natuurlijk inderdaad een heel goed punt. Inderdaad ook de publiciteit die daaraan verbonden is, aan zo'n rechtszaak. En daar is het ook interessant. Kijk, wat in de documentaire ook werd gezegd, en dat hebben we ook al gezien, is dat dit is in essentie een cultureel probleem. Het recht is natuurlijk altijd weer een reflectie van onze cultuur. Maar door zo'n rechtszaak te starten, verander je ook weer de cultuur. Want wij moeten het er weer allemaal over gaan hebben. Van, vinden we het nou wel of niet kunnen met RWE? En dat verandert ons weer en kan ook weer nieuwe wegen openen voor toekomstige veranderingen in het recht. Ja, en in aanvulling daarop, die bedreiging is zo groot, hè, dat reputatierisico is zo groot, dat nu dat Exxon in Amerika een aantal partijen die een klimaatzaak hebben voorbereid en zijn gaan doen, hebben aangeklaagd, de advocaten, omdat ze dit alleen maar zouden doen om dit dus te doen. En niet om het recht te laten zegevieren, maar om alleen maar die reputatieschade te veroorzaken. Nou, dat is echt, voor mij geeft dat wel aan dat we op de juiste plek duwen. Ja, en, ja, dat is absoluut waar. Maar het is material changes gaat het hier over. Het is echt het hele stuk gaat nu schudden. Ik wil tot slot nog even de link maken naar het stuk van Anou. Want daar is aan het eind, jullie hebben 10 februari bij elkaar gezeten, toch? Daar waren jullie bij. Wat is daar over tafel gegaan? Let's sue the bosses, was geloof ik. Sue the bosses? Oké, okay, ja. Yeah. Nee, nou, we hebben daar goed gezeten. En ja. Ik denk dat wat zeg je? Anouk, vertel. Nee, ik wou ook nog zeggen. Oh ja, waar wat er 10. Nou, nee, we hebben gesproken over een rechtszaak tegen Shell. En met name ook de CEO van Shell, Ben van Beurden. En hoe dat, of je dat kan en wat de mogelijkheden zijn. Maar wat ik, dat gaat hier ook over. Dat het volgens mij ook gaat over dat we er steeds meer achter komen dat we veel meer moeten oversteken en samenwerken. Dus we gaan nu kijken, hè, die rechtszaak komt er misschien aan. Maar dan gaat er ook tegelijkertijd in het theater, komt er een hele tournee. Ja. En dus het gaat ook over dat kunstenaars gaan samenwerken met advocaten.
met activisten. Ja. Er is al een leuk theater voor jou. Het heet het Circus Theaters. De aandeelhoudersvergadering. Ja, dat van Follow This. Nee, van Shell. Maar Follow This is er. Ja, dat is door Follow This weer nagespeeld. Het wordt nu een beetje iets wat er is. Het is echt een theater. Oh, ja. Met heel veel mannen met maskers. En. Je bent er geweest in het Circus Theater. Ja. Maar nog eventjes, 10 februari, zijn er, ja, sorry, ik ga even door in dit afronden, want het is vol programma. Wat gaat er uitkomen? Gaan jullie inderdaad, Shell, of is dat nog heel erg voorbarig? Nou, ik niet. Ik ben de objectieve wetenschapper. Ja, precies. Dus, ja. Ik geef even het woord aan Jan. Ja, vertel, wat gaat er gebeuren? Ik ben dus niet de objectieve wetenschapper. Ik ben de theaterman. Ja. En de ombudsman, die mag ook allemaal dingen roepen. Nee, we hebben serieus daarover gesproken. Er is ergens een zaak al in voorbereiding. We hebben die avondvraag gekeken van kun je bijvoorbeeld Shell aanspraken stellen? Kun je bijvoorbeeld ook Ben van Beurden als directeur aanspreken, extern? Dat is een hele moeilijke weg, zouden we, maar wel het onderzoeken waard. Maar er is ook nog een weg en dat zou een nieuw soort klimaatzaak tegen de overheid zijn waarbij je zegt, weet je overheid, maar jij bent de belangrijkste om mijn mensenrechten te garanderen. Dus jij moet gewoon zorgen dat de NAM zich gedraagt, dat Shell zich gedraagt enzovoort. Dus die zaak zou ook nog kunnen. Okay. Er wordt uitgebreid over gesproken en hoe gaan we dit volgen? Dat komt vanzelf in de media, dat kan niet anders. Als dat losgaat, dan merk je dat. Ja. Laura Burgers, Jan van der Veen, veel dank en succes voor jullie activiteiten. We gaan naar Jolan van der Wiel. Jolan, ik zei, we hebben kunstrecht. Nu gaan we naar de designkant. Je gaat wat vertellen over Tropic City. Mag ik je daar uitnodigen? Ik ga een glaasje water voor je inschenken. Microfoon ligt er, de klikker ligt er. Hallo. Ja. Dus even jouw presentatie en daarna nog wat vragen van mij en wellicht ook uit de zaal. Ja, dankjewel. Ik zal het kort houden. Ik ben kunstenaar / ontwerper vanaf de Rift van de Rietveld. Dus straks allemaal billboards met Rietveld kunstwerk. Dat zou heel leuk zijn. In de beginsel was ik eigenlijk geïnteresseerd in de natuurwetten. En wat als zeg maar, natuurwetten andere hoedanigheden zouden hebben. Of andere sterktes. Dus okay, alles om ons heen is gebouwd volgens bepaalde natuurwetten, een bepaalde vorm van zwaartekracht. Als er iets meer of minder zwaartekracht zou zijn, dan zou dit steeltje dikker of dunner zijn. Ben ik eigenlijk extreme omgevingen gaan onderzoeken en ook gaan kijken van hoe kan je dan binnen die extreme omgevingen dingen laten zien hoe dat er dan uitziet. Zo kwam ik eigenlijk... In bijvoorbeeld extreme koude omgevingen of extreem hete omgevingen. Of zelfs, je kan je voorstellen dat we naar Mars gaan op een gegeven moment. Dus daar heb je natuurlijk helemaal bizarre omstandigheden waar al heel erg over nagedacht wordt. Van hoe ziet dat eruit op heel veel vlakken. Cultureel vlak, maar ook materiaal vlak, et cetera. Maar een omgeving die niet eens heel gek is om te bedenken, was eigenlijk de meer tropische omgeving. Die nog een stukje verderop ligt over het algemeen. Maar waar wel interessante dingen te onderzoeken zijn. En waarvan ook niet eens heel gek te bedenken is dat bijvoorbeeld een stad als Amsterdam tropische omstandigheden gaat krijgen in de toekomst. Dus puur vanuit die insteek en eigenlijk meer vanuit een ontwerptechnisch punt. Interessant vond hoe dat er dan uit zou zien. Wat voor nieuwe omstandigheden zou dat dan kennen? Welke systemen zitten daar dan in? Ben ik daarover na gaan denken. En dat begint er dan eigenlijk mee de tropische omstandigheden vanuit mijn eigen, voor mijn beeld, zou ik maar zeggen, in kaart te brengen. Ik ben absoluut geen wetenschapper, maar ik kan wel proberen allerlei dingetjes bij elkaar te brengen. En dan vanuit hieruit, als ik dit in beeld heb, kan je bedenken van oké, wat voor materialen of systemen zijn daarin belangrijk en zou ik toe kunnen passen in het hier en nu. Dus wat je dan ziet is dat het dus hoog groei krijgt, maar ook veel zon boven, weinig zon beneden. Dus je krijgt heel veel wilderige groei onderin. Er is veel meer wind bovenin.
Beneden is veel minder wind. Je krijgt objecten die eigenlijk heel mooi moeten zijn om dingen aan te trekken. Maar ook die zich moeten camoufleren om niet op te vallen juist in de wildernis. Er zal heel veel water zijn. Zeg maar heel snel heel veel of heel weinig. En in tropische gebieden is dat allemaal in een soort van perfecte harmonie waarin dat water dan langzamerhand een beetje naar beneden drupt en zo bij elk plantje terechtkomt en het hele systeem in stand houdt. Er zal veel minder licht zijn beneden, dus je zal dingen moeten hebben wat licht geeft bij de grond. Dus zo ben ik dat gaan opsplitsen en in allerlei materialen gaan vertalen die dat zouden kunnen vertolken als het ware. Zo ben ik ook een beetje gaan kijken naar bijvoorbeeld het Tropenmuseum van hoe leven dan mensen in gebieden vroeger met in tropische omstandigheden. Zie je vaak dat ze toch materialen gebruiken die daar in die omgeving bruikbaar zijn, of zoals hout of meer de natuurlijke materialen. Dus als je dat dan bijvoorbeeld nu zou plaatsen in een stad als Amsterdam of Rotterdam, waar je eigenlijk steeds meer in de stad leeft en steeds meer wegwerpproducten krijgt en plastic dingen, dus heel veel rietjes bijvoorbeeld of wegwerplepeltjes of dat soort dingen ben ik eigenlijk allemaal gaan gebruiken om dan nieuwe materialen van te maken. Dus muren, structuren van lepeltjes waar dan het water op zou kunnen druppen en langzamerhand naar beneden gaat. Dus, of allemaal rietjes aan elkaar gaan smelten, zodat ze zeg maar oppervlaktes krijgen, maar tegelijkertijd het water er doorheen kan sijpelen. Dat is het drupt toch de hele tijd door, dus dat moet weg. Lichtbronnen, zullen we zeggen. Dus objecten die moeten van zichzelf licht gaan geven, omdat je ze anders niet meer kan zien, want het wordt hartstikke donker. Maar ook materialen, transparante materialen waar het water doorheen kan sijpelen. Dus er komt hartstikke veel water. Dus op een of andere manier zou het ook wel fijn zijn als dat water opgeslagen kan worden en dat het ook interessant bruikbaar is. Dus zo begint het dan eigenlijk zo'n plantje en dat wordt dan vertaald in muur. Nou, uiteindelijk wilde ik daar dus één grote totaalervaring van maken. Dat was een tentoonstelling in het Scheepvaartmuseum in Amsterdam afgelopen jaar. Het idee dat als je dan binnenstapt, dat je in een soort van kast stapt, alsof je de toekomst in stapt, zullen we zeggen. En waarin je die tropische, soort tropisch eiland ziet van allerlei objecten die uit die tijd zouden kunnen komen. Dit is een soort filmpje. Nee. Kan je play drukken of iets? Ja, dus wat je hier ziet is eigenlijk een eiland en met palen waar dus constant water naar beneden stroomt langzamerhand. Een tropische stoel waar het water doorheen gaat. Een bank wat het water op kan zuigen en weer los kan laten als het nodig is. Een tafel die objecten erop kan beschermen tegen ongedierte, want dat krijg je heel veel. Dus je hebt stekelige pootjes nodig. Lampen die van zichzelf licht geven. Dus allerlei lianen, zullen we zeggen, die licht gaan geven. Het idee was dan dat het puur ging om dat event, die avond. Dat mensen daar kwamen en dat we daarover konden praten. Van dit is het gevoel wat het moet gaan geven. En daaromheen hadden we dan lezingen georganiseerd met die iets meer, zullen we zeggen, ingingen op projecten die daadwerkelijk op dit moment gebruik maken van klimaatverandering. Om dat als uitdaging te gebruiken, zullen we zeggen. Ik denk dat ik het hierbij laat. Zie je kans voor design om klimaatverandering aan te pakken? Dit is een heel mooi project. Maar hoeft niet, helemaal niet maar. Levert dat ook inzichten op waarvan je denkt, daar zou design meer mee kunnen doen in het hele gesprek wat we vanavond hebben? Sowieso voor design is er een totaal nieuwe wereld die opengaat eigenlijk, denk ik. Dus, mm-hmm. Kijk, wat je hier ziet is een vrij
vrij abstracte weergave, zou je kunnen zeggen. Maar het kan natuurlijk ook veel, veel echter of toegepaster, bij wijze van spreken. Mm-hmm. Om stapje voor stapje te kijken van hoe kunnen we omgaan met die problematiek. En het ook zo. Maar ja, wat ik bij deze tentoonstelling heel erg probeer te doen, is eigenlijk gewoon de stap door te trekken. Dus dat het van oké, het gaat gebeuren. Hoe ziet dat eruit? Wat kunnen we daar dan mee doen? Word je daar op de een of andere manier, het woord apathie is gevallen eerder vandaag. Dit lijkt me ook iets dat je zegt van ja, ik ben nu iets aan het maken wat ook een oplossing, weet je, wat weer een beetje handvatten biedt. Werkt dat zo voor jou? Word je daar dan wat optimistischer van? Nou, ik word... omdat als je het elke keer... Het is een beetje als een pleister die eraf getrokken moet worden, bij wijze van spreken. Dus als het elke keer een stukje is, dan doet het heel veel pijn. Mm-hmm. En als je hem in één keer aftrekt, dan kan je weer terugkijken van... Oké, wat gebeurt er dan in die tussentijd en hoe moeten we dat dan... Dus dit is als de pleister eraf is? Ja, dat was het idee. Nou moet ik wel zeggen, dit is alweer een jaar geleden. En mm-hmm. ben wel heel enthousiast geworden over... Op die manier ontwerpen, zou ik zeggen. En om zo maar zeggen, niet ontwerpen een stoeltje ontwerpen, maar dat je ontwerp of kunst of theater of kan gebruiken om dingen tastbaar en voelbaar en zichtbaar te maken. En ik denk dat dat een heel mooie rol kan zijn van kunst, omdat mensen toch pas echt vaak ergens op reageren als ze het zien of als ze het voelen en als het voor hun neus staat. Ja, als je hiermee door zou willen gaan, of ik weet niet of dat zo is, maar er zitten er aanknopingspunten voor een vervolg voor jou? Maar dat zouden ook andere onderwerpen kunnen zijn als een nucleaire omgeving of zeg maar dingen die niet eens heel ver weg, grotere pleister, niet eens heel ver weg staan, maar wel mogelijk zijn. Om dat gewoon te verbeelden. Ja. Zijn er vragen aan Jolan misschien? Sorry, ik zie... Ja. Ja, maar heb je concrete ideeën daarover? Dit blijft nu, wat de toekomst betreft, een beetje vaag. Mm-hmm. En ik denk, wat je hebt laten zien, dat is heel... zo ken ik het. Ik ben er erg mee bezig zelf ook. Mm-hmm. Maar ik kan me ook voorstellen dat je dan nu ook iets meer kunt zeggen over wat je gaat doen. Ja. En niet, het blijft een beetje vaag voor mij. Misschien weet hij dat nog niet, maar we gaan aan Jolan vragen. Kan je concreter zijn in wat je gaat doen? Ja. Nee, vraag is helder. Ja, Jolan. Nou ja, punt 1 denk ik dat het... het hoeft niet per se de rol te zijn als kunstenaar om een concrete oplossing te bieden voor een probleem. Het kan ook zijn dat je iets visualiseert en daarmee het laat zijn. Maar... Dat staat los van hoe ik werk, want ik vind het wel prettig. Maar een project die daarbij aansluit, en daar zijn we nu eigenlijk sinds een jaar mee bezig met een architectenbureau in Amsterdam. We zijn een laboratorium aan het opzetten en materialen aan het ontwikkelen en om te kijken van hoe kan je nou bijvoorbeeld gebouwen... Mevrouw, een klein momentje. Dat is wat je aan het doen. Als ik maar uitpraat. Dus hoe kan je dan bijvoorbeeld gebouwen, steden... echt, zeg maar, om laten gaan met water, met zon, et cetera. Dus dat is dus inderdaad veel toegepaster. Ja. Oké, dat is de volgende stap. Laatste vraag. Was hier ergens, zag ik een hand? Ja, hallo. Ja, heel concreet. Hoe leven rijke mensen in hete gebieden? Ze hebben airconditioning. Punt. Ik vind het allemaal heel, ja, het ziet er mooi uit, maar... Dat gaat niet gebeuren, want rijke mensen die het geld hebben, die gaan niet water op bakjes en verzamelen. Maar kunt je niet productief als je geen airconditioning hebt? Ja, nee, maar volgens mij zijn we nog een stap verder. Die pleister is eraf en dat moet wel, want anders enzovoort. We zijn dat punt voorbij dat we dat nog doen, denk ik, toch? Nou ja, het kan ook op zonne-energie met accu's die airconditioning. Dus. We gaan afronden. Jolan, veel dank voor je toelichting. Ja, graag gedaan. We gaan zo naar de gletsjers en naar het ijs toe en naar Groenland. En dat gaan we met Roderick van der Wal bespreken. Maar eerst een derde fragment. Even kijken, de berggids Bruno Rengli komt aan het woord. Ja, neem maar vast plaats. En die vertelt over de veranderingen die hij heeft gezien op die Aletschgletsjer.
zitten we hier nu op de Eckishorn op 2900 meter. We hebben nu hier die wunderbare Aussicht van Aletschgletscher. Dieses Jahr hat der Gletscher sicher an Dicke 3 bis 4 Meter hat er sicher verloren dieses Jahr, vom Dicke. Nur diesen Sommer. He? Das ist viel. Das sind diesen Sommer, Sommer 2017, sind in der Schweizer Alpen über 3% vom ganzen Eisvolumen. Vom ganzen Volumen, alles Eis, was da ist, sind circa 3,5% sind wieder abgeschmolzen in einem Jahr. Gibt schon Bedenken, he? Ich meine, wenn man halt jedes Jahr wieder, jeden Sommer x-mal da drauf ist und man sieht, wie schnell das geht. He? Das hat es ja schon immer gegeben, die Schwankungen. He? Aber jetzt geht es einfach extrem schnell. He? Vor allem gerade die letzten 15 Jahre ist brutal, wie schnell das geht. He? Das haben Sie gesehen? Ja, das sieht man noch und noch. Nein, das ist, wenn man auch nur jedes Jahr mal hier hochkommt aufs Eckishorn oder irgendwo, wo man die Gletscher sieht, das geht extrem schnell. He? Was können wir denn dagegen machen? Ja, was macht man? Wir versuchen eben, das ist halt mit der, alles, was wir an Treibstoff verbrennen, eben Autofahren, Fliegen, Heizen, das ist halt alles, wo das beschleunigt. Das ist ganz klar. Das beschleunigt. Aber man, ja, es ist ein Teufelskreis. Man kann ja nicht von einem Tag auf den anderen alle Heizungen, alle Autos und alles abstellen. Das ist halt, es gibt immer mehr Leute und wird immer mehr fossile Treibstoffe verbrannt. Und das beschleunigt halt. He? Sehr schwierig. Naast mij heeft plaatsgevonden Roderick van der Wal. Welkom. Dankjewel. Universiteit Utrecht. Ik noem al even gletscher, ijs. Maar kan je in jouw bewoordingen helder maken waar jouw expertise ligt? Waar weet je veel van af? Ik weet veel van klimaatverandering. Eigenlijk op alle tijdschalen. Maar we zullen ons hier beperken tot 100 jaar vooruit en in het verleden misschien. Mm-hmm. En dan in het bijzonder de veranderingen die opgetreden zijn in de gletsjergebieden. En niet alleen de gletsjers, maar ook de Zuidpool en Groenland. Ja. En dat leidt uiteraard allemaal tot zeespiegelstijging. En zeespiegelstijging is eigenlijk mijn specialiteit. Ja, oké. En hoe is het met de gletsjers? Met de gletsjers in de Alpen, waar het hier over gaat, gaat het slecht. En dat is denk ik langzamerhand geen nieuws meer. Mm-hmm. En het causale verband zit natuurlijk in het feit dat de temperatuur in het Alpengebied hoger geworden is. Weliswaar is het misschien een klein beetje meer neerslag, maar dat compenseert niet voor de temperatuurverandering. En het gevolg is dat de gletsjers kleiner worden. En de Aletschgletscher is er daar één van, maar eigenlijk geldt dat voor alle gletsjers in de Alpen. Ja, en is daarin nog een bepaalde trend waar te nemen? Gaat het sneller? Gaat het ergens langzamer? Wanneer heeft het ingezet? Is daar iets over te zeggen? Nou, het is eigenlijk ingezet rond 1860. Maar meneer Heer zei het al, de eerste industriële revolutie. Ja, dat is inderdaad het moment ongeveer. Ja, uiteraard is dat het moment, want toen is de CO2-stijging begonnen. Maar om het even toch te... Het heeft even geduurd voordat we dat gerealiseerd hebben. Maar inmiddels zijn we daarvan overtuigd. En mm-hmm. Gletsjers reageren een beetje traag op het klimaat. Dus dat zie je niet meteen. Maar na verloop van tijd dan zie je dat. En zie je dat in hoge mate in de Alpen. En de meeste gletsjers in de Alpen, die zullen... Nou, de Aletschgletscher zal de uitzondering zijn. Maar de meeste zullen voor het grootste deel verdwenen zijn aan het eind van deze eeuw. De Aletschgletscher duurt wat langer, omdat het daar op de Concordia plaats heet. Het geloof ik nog iets hoger dan waar die beelden daarachter bij de bergen. Daar is het 800 meter dik. Dus daar zal het wat langer duren voordat het allemaal afgesmolten is. Maar ja. Dat is een uitzondering in de Alpen eigenlijk. En je zegt het alsof dat gaat gebeuren. En dan hoor je vaker dat CO2 die in de lucht zit. Weet je, dat heeft nog langer zijn invloed. Is dat inderdaad wat hier gebeurt? Of is het als we zo doorgaan dat het gaat gebeuren? Beide. Omdat die gletsjer traag reageert, zal die nog een tijd lang blijven afsmelten. Maar als we bij wijze van spreken vandaag zouden weten alle CO2-emissies te stoppen, dan duurt het even voordat de atmosferische temperatuur daarmee in evenwicht is. En dan zal 50 jaar later zullen de meeste gletsjers hun omvang daarop aangepast hebben. Ja. Ja. En je zou ook wel eens het argument horen, ja, maar de gletsjers veranderen toch altijd van omvang? Ja, uiteraard. Dat is door ook zo. Door de eeuwen heen? Ik zeg dan altijd, het gaat om de snelheid van de forcering. En iedereen. Wat is forcering? Dat is... hoe hard je tegen de bal schopt. Mm-hmm.
in een ijstijd hadden we een CO2-concentratie die was ongeveer 180 ppm. En in een warme periode waarin we tot voor 200 jaar geleden leefden, zeg maar, waar de mens nog geen invloed had op het klimaat of heel weinig, was de CO2-concentratie 100 ppm hoger dan in een koude periode. Daar hebben we ongeveer 10.000 jaar over gedaan om de CO2-concentratie te laten stijgen met 100 ppm. En wat we de afgelopen eeuw gedaan hebben, dus dat is een periode die 100 keer zo kort is, is de CO2-concentratie net zoveel gestegen. Dus dat betekent eigenlijk dat de forcering, dus hoe hard je tegen die bal aanschopt, is 100 keer zoveel als dat de natuur uit zichzelf doet. Dus het is waar dat het klimaat op allerlei tijdschalen varieert, ook in het verleden. Maar de klimaatveranderingssnelheid is extreem hoog nu. Ja. En dat betekent dus ook dat je allerlei effecten mag verwachten die we eigenlijk niet kennen uit de natuur. En dat is eigenlijk waar we voortdurend mee geconfronteerd worden de laatste 20 jaar. Er worden steeds waarnemingen gedaan waarvan we dachten van god, dat kan eigenlijk niet. Hadden we niet gedacht dat dat kon. Het gebeurt toch. En dat komt allemaal omdat het zoveel sneller gaat dan dat we eigenlijk gewend zijn uit onze geologische archieven. Wat zijn de dingen die jij waarneemt waar je het meest zorgen over maakt? Nou, ik denk dat op mijn vakgebied is het grootste bron van zorg is het gedrag van de Antarctische ijskap. Er zijn inmiddels modelstudies die laten zien dat de Antarctische ijskap eigenlijk al aan het terugtrekken is, terwijl de temperatuurverandering ter plaatse nog niet zo heel groot is. En misschien is dat al niet meer te stoppen. Dus en of dat zo is, dat is eigenlijk een beetje de grote vraag die bij ons op het moment leeft. En als we toch even die en dan praat je over meters, hè, zeespiegelstijging. Dan is de hele discussie over of het die 2 graden 30 centimeter is dan niet meer relevant. Ja. En wanneer dat dan gebeurt, of dat dan bij 2 graden of bij 4 graden gebeurt, dat is eigenlijk waar het om gaat. En waarschijnlijk gebeurt het niet bij 2 en bij 4 graden gebeurt het wel. En waar het omslagpunt is, weten we niet precies. Het omslagpunt weten we niet precies, maar dat betekent dus dat er eigenlijk een enorme incentive zou moeten zijn om te zorgen dat we de boel beperken zoveel mogelijk tot 2. Want en dat is technologisch nog haalbaar als je bij wijze van spreken de CO2-emissies morgen tot 0 weet te reduceren, dan zal de temperatuurstijging beperkt blijven tot ongeveer 1,5 graad. Want we rekenen altijd vanaf 1880. En we hebben al 1 graad dan aan de broek. En het eilt een beetje na, dus een halve graad komt er ook nog wel bij. Maar CO2-emissies morgen stoppen is natuurlijk nog wel een probleempje. Ja. Maar dan zeg je dus ook die Antarctische kap, daar zit het grootste probleem. En gletsjer die smelt, even heel bot gezegd, is klimatologisch en qua zeespiegelstijging geen heel groot probleem. Nee, de gletsjers in de Alpen al helemaal niet. Dat stelt helemaal niks voor. Maar alle gletsjers op aarde tezamen is ongeveer 0,5 meter aan zeespiegel. En als je die allemaal weet te smelten, dat zou misschien een paar honderd jaar duren, dan heb je dus een zeespiegelstijging van 0,5 meter. Maar de Antarctische ijskap, die heeft een volume van ongeveer wat gelijk is aan 55, 60 meter zeespiegelstijging. Dus als je dat daadwerkelijk in de oceaan zou weten te brengen, dat gaat natuurlijk niet van de een op de andere dag. Maar er zijn redenen om aan te nemen dat een groot gedeelte daarvan op een gegeven moment een proces wordt wat we niet meer kunnen stoppen. En alles wat meer dan een meter is, wordt wel tamelijk zorgwekkend voor grote delen van de kustgebieden op aarde. Niet alleen in Nederland natuurlijk. Nee, dan hebben we het over Nederland als kustgebied. Bangladesh is ook zo'n land dat vaak genoemd wordt. Laten we het hierover hebben. Wat is Nederland qua beleid? Dan heb je het ook wel over termen als wat meer leven met het water of ruimte geven aan het water. Diep in onze genen zit gewoon dat we ons aanpassen aan de omstandigheden. En wij zijn een adaptatienatie. En daar zijn we groot en rijk van geworden, denk ik. Maar dat pad, dat zouden we zo snel mogelijk moeten verlaten nu, want we zouden veel meer moeten inzetten op mitigatie. En kan je die begrip even iets concreet? Adaptatie is gewoon, je maakt de dijk iedere dag een beetje hoger als je ziet dat de zeespiegel een beetje stijgt. En wat is dan iets van een uiterwaarde, dat je zegt, goh, als het water wat hoger is, dan geven we wat ruimte. Valt dat daar ook om? Want dat doen wij ook, toch? Ja, dat zijn allemaal prima oplossingen voor de korte termijn, maar het is ook heel kortzichtig, want tegelijkertijd, als je doorgaat met het verbranden van fossiele brandstoffen, CO2-concentratie stijgen, dan zal uiteindelijk het is een beetje dweilen met de kraan open. Zeg maar. Ja. En mitigatie is dus zorgen dat we morgen de CO2-emissies naar nul toe brengen. Ja, oké. Okay. Ja. Ja. En ja. Dat mitigatie. Ja, Britta.
Wij waren ons daar niet zo erg van bewust, maar Amit Avakorsi zei dat, dat in de Parijse klimaatakkoorden de transportsector helemaal niet in zit. En toen dacht ik, begrijp jij dat, dat er zo weinig... Nou, ze hebben in het Parijsakkoord een aantal zaken buiten beschouwing gelaten waar ze niet 1, 2, 3 een technologische oplossing voor hadden. Maar het Parijsakkoord is in mijn ogen wel een uitstekende ontwikkeling, want... Uiteindelijk zullen we het met z'n allen moeten doen. En we moeten niet alleen maar van de juristen afhangen. We moeten ook van de politiek afhangen. En er is een Parijsakkoord. En dat Parijsakkoord is uitstekend dat het er is. Alle landen hebben gezegd van we gaan dit en dit doen. En tegelijkertijd hebben ze gezegd van we gaan de klimaatverandering tot 2 graden beperken. Dat is niet het enige wat in het Parijsakkoord staat. Wat er ook in staat is van we gaan dat wel controleren of dat gaat werken. Dus over, en in de tussentijd hebben ze de wetenschap opgezadeld met een enorme hoeveelheid werk. Van ga maar eens uitzoeken of het uitmaakt of het 1,5 of 2 graden is. En ga nog maar eens uitzoeken hoe dat nou met die ijskappen en die oceanen zit. Want daar weten we eigenlijk nog weinig van. En dan over een paar jaar komen we terug. Dan liggen al die rapporten er. En dan gaan we kijken of die maatregelen die we hebben voorgesteld voldoende zijn om de klimaatverandering tot 2 graden te beperken. De wetenschap heeft dat al lang doorgerekend. Weet al lang dat dat niet het geval zal zijn. Dus over een paar jaar hebben we een nieuw Parijs, ongetwijfeld ergens anders. En dan zal er geconstateerd worden van, met z'n allen doen we niet genoeg. Maar we zijn nu wel op de weg dat we ons gecommitteerd hebben aan dat we dat willen beïnvloeden. Mm-hmm. Dus mijn optimistische verwachting daarover is dat, dat er dan meer INDC's zullen gaan komen. INDC? Dus, dat zijn de vrijwillige maatregelen die de verschillende landen... voorstellen dat ze gaan nemen om de CO2-emissies mm-hmm. te reduceren. En dat, misschien wordt het niet meer vrijwillig tegen die tijd. Maar er zal meer moeten gebeuren. En natuurlijk kunnen we hier met z'n allen zeggen dat het te langzaam gaat. Maar je kunt zeggen, het gaat wel de goede kant op. Want het is niet zo dat het zwart of wit is. Iedere 10e graad temperatuurstijging die je kan voorkomen is goed. Dus daarom is in mijn ogen een passieve houding is ook volkomen verkeerd. Je moet actief blijven proberen in te zetten op reducties, zo snel mogelijk. We hebben een vraag of opmerking. Ja, misschien nog even één aanvulling over het Parijsakkoord en transport. Nationaal transport wordt wel meegerekend in de nationale klimaatboekhoudingen, maar luchtvaart en scheepvaart niet. Nee. Hè, omdat landen onderling hebben gezegd van dat is wel een beetje moeilijk toe te rekenen aan het land. Dus laten we dat er maar even bij houden. Maar dat is natuurlijk een enorm hiaat in dat hele Parijsakkoord, wat steeds ook groter wordt. Daar is ook wel een klein beetje een... er zijn van die berekeningen voor de luchtvaart dat als die ontwikkelen allemaal zo doorgaan, dat over 50 jaar de grootste bron van energieconsumptie is. Daar hebben we een meet-up over gehad ook. De groene en daar is ook niet echt een eenvoudige... technologische oplossing voor vooralsnog. Terwijl voor de elektriciteitsvoorziening met wind- en zonne-energie zouden we de kolencentrales met gemak kunnen sluiten. Het duurt allemaal even, maar dat is technologisch oplosbaar. Ja, dus dat is denk ik ook een van de achterliggende redenen geweest waarom ze dat nu nog maar even uitgelaten hebben. Maar die vliegtuigsector moet het onderling oplossen, toch? En die doen natuurlijk helemaal niks. Nou ja, je kan je wel voorstellen dat die vliegtuigsector in een volgende Parijsakkoord wel ter discussie gesteld zal gaan worden. Ja. Tenminste, lijkt mij. Maar. Hoi, wat ik spannend vind, super spannend, is wat je eigenlijk zei tussen de regels door van er komen onverwachte... Dat stuk daarvan, er zijn situaties die we eigenlijk waar we van tevoren niet van wisten. Kun je daar iets... Zijn er ook onderzoekers mee bezig? Kun je daar iets over zeggen? Ik vind dat echt super spannend. Ja, dat wordt gauw een beetje technisch, maar een van de dingen is dat die ijskappen die worden als het ware in positie gehouden door de precieze geometrie die onder zo'n ijskap heerst. En er wordt dus gekeken, een van de gebieden waar nu de terugtrekking het grootste is, hoe dat er daar uitziet. En dat kan ertoe leiden dat je constateert van als het voorbij dat punt komt, dan is het onstopbaar. En dan heb je dus een kantelpunt in het systeem, of een tipping point, zoals wij dat dan noemen. En waar veel onderzoek zich dus op richt, is om te kijken of de tipping points in het systeem zijn. En één is voor de ijsplaten, of die
onder bepaalde omstandigheden nog stabiel kunnen blijven of niet. De Groenlandse ijskap heeft eigenlijk ook waarschijnlijk een tipping point. In de zin van dat als de temperatuurstijging te groot wordt, dan wordt de afsmelting groter dan de hoeveelheid sneeuw die er valt. En dan is het een einde oefening. Terwijl het zeeijs bijvoorbeeld, dat heeft heel veel media-aandacht en dat spreekt heel erg tot de verbeelding. Maar daar lijkt veel minder sprake van een tipping point te zijn. Want als je al het zeeijs weg zou halen, dan krijg je, ook als het 3 graden warmer is, nog steeds dat het teruggroeit. Omdat het in de poolnacht, in de winter, uiteindelijk toch weer zal gaan groeien, omdat het daar dan zo koud is. Dus er richt zich veel wetenschappelijk onderzoek op het opsporen van tipping points in het klimaatsysteem. Ja, we gaan even snel op mensen in de zaal. Hallo. Zie je ook een koppeling met de Earth Overshoot Day, die nu op dit moment naar 2 augustus teruggezakt is, als het gaat om het feit dat we de aardresources al opgemaakt hebben? Even een vraag herhalen, de overshoot? Die Earth Overshoot Day, dus dat we... We hebben dan inderdaad de global footprint, ja. Om even terug te gaan naar de aarde en lichaam, dat we eigenlijk onze aarde zodanig zo snel verbruiken. Zie je daar die koppeling met CO2, met die gletsjers, hoe zie je daar de koppeling bij? Nou, ik denk dat dat een veel groter probleem is dan eigenlijk alleen maar... ik denk dat dat eigenlijk meer de uitputting van de voedselvoorziening is ten opzichte van de hoeveelheid mensen die we op aarde hebben. Okay. Geen heel derkeling. Ja, ja, ik ben wel geïnteresseerd. Je had het over zaken die nog onvoorspelbaar zijn. Ik heb wel eens eerst gelezen dat bijvoorbeeld methaan onder in de zeeën, ja. Daar bent u dan expert in. Hoe zie je dat? Want ja, dat schijnt toch nog veel erger te zijn dan CO2. Nou, methaan als gas is veel effectiever om CO2, langgolvige straling vast te houden, waardoor het klimaat stijgt per molecuul. Maar de hoeveelheid methaan in de atmosfeer is heel veel kleiner. Dus CO2 is verreweg het belangrijkste effect. Maar er zit heel veel methaan opgesloten in de permafrost. En als de permafrost ontdooit, dan zou het kunnen dat die methaan vrijkomt en in de atmosfeer komt. Maar daar is de wetenschap nog steeds niet uit. Omdat een van de problemen is dat die methaan die komt vrij in allerlei kleine belletjes. Verdeeld over het hele Arktische gebied, met name in Siberië. En dat is heel moeilijk om dat op te schalen, om precies te bepalen hoeveel dat is. Dat is één aspect wat het heel moeilijk maakt. En het tweede aspect wat het heel moeilijk maakt is dat op het moment dat die methaan in beweging gaat en naar de atmosfeer toe wil, dan gaan er allerlei chemische reacties optreden. En een groot deel van de methaan die wel opgesloten zit in de tundra, die zal reageren tot CO2 voordat die in de atmosfeer komt. En als dat het geval is, dan heeft het eigenlijk geen enkel effect, want de methaanconcentratie is heel klein. Dus dat produceert een heel klein beetje CO2. Dus dan kan het geen kwaad. Dat is de optimistische kijk. Ja. Maar daar wordt dus wel veel onderzoek aan gedaan. Maar dat is heel duidelijk. Ik wil graag afronden met een vraag. Je schetst een verontrustend beeld aan de ene kant. Aan de andere kant ook Parijs als goede eerste stap. Ja. Denk jij en misschien met collega's ook veel na over een beetje de vraag die we vanavond ons stellen is van hoe kunnen we, misschien recht of kunst, maar hoe kunnen we concreet begrijpelijk maken of dat mensen tot meer actie overgaan of ander gedrag kunnen vertonen, een beetje die culturele component. Heb jij daar ideeën over? Nou ja, ik denk dat, daarom zei ik het gekscherend dat het niet van het recht moet komen. Het moet vanuit alle kanten komen. Mm-hmm. Net zo goed dat het vanuit de kunst komt. En vanuit, er is te lang hebben we gedacht van de natuurwetenschappen moeten dit probleem al oplossen. Ja. De natuurwetenschappen heeft zijn werk gedaan. Die hebben inmiddels al die causale verbanden vastgesteld. Er zijn nog heel veel dingen om uit te zoeken. Maar de basisprincipes die zijn genoegzaam bekend. En we kunnen niet achterover leunen en zeggen van natuurwetenschappen lossen jullie het maar op. Zo kunnen we ook niet achterover leunen en zeggen van laten we het allemaal juridisch oplossen. Ja, maar Anouk zei net, ook een taak. Recht en kunst al samen, dus meer dat elkaar opzoeken. Ja, en wat er ook al eerder op de avond gezegd werd, uiteindelijk wat de politiek doet, is wat wij als burgers willen. Mm-hmm. Dus stem goed. Ja, goed. Roderick van der Wal, dankjewel. Dankjewel. We gaan naar het laatste fragment van de avond. Amitav Ghosh over de erfenis van de verlichtingsfilosofen. MUZIEK
I was thinking of Kant, for example, who said nothing exists only when we yes. see it. Which is a strange thing. That means that we turned our back on nature and we have no part. You're absolutely right. That's a very good observation, actually, because it's really, in a sense, with Kant and the other and other Descartes, the other Enlightenment philosophers, that we move towards this sort of understanding. That is, you know, what is nature after the Enlightenment? Nature is everything that I am not. You know, it's everything that's outside human consciousness, outside individual consciousness. But we see increasingly in so many ways that that is not what nature is. We are a part of nature. There is no such thing as nature. You know, there are many, many four sorts of entities, and we are a part of those entities. Nature is within us. It's very much a part of us. Even what is consciousness is increasingly evident that it's not just something that goes on in your brain. It also goes on in your stomach, in your guts. So much of our consciousness is actually created by microorganisms within the body. You know, so in all these ways, it just goes to show that, that conceptualization, the Enlightenment conceptualization of man and nature and the separateness of the two is really one of the great disasters, it created. Of course, it led to many sorts of discoveries, you could say. But in the long run, it has also left us with this terrible legacy. And Descartes, especially, you know, his whole idea that animals are essentially machines, devoid of consciousness and so on. I mean, any sentient human being who looks into the eyes of a dog or something knows that there is a consciousness. You know, that this is not a robot by any means. But for so long we've been taught to exclude all other beings from states of consciousness. Aniek de Wit, ik wil je meteen het woord geven. Ja, toch? Dankjewel. Ja. Ja. Ja, prachtig fragment waar Amitav Ghosh hier over spreekt. Hij stelt eigenlijk het wereldbeeld van de verlichting, het moderne wereldbeeld aan de kaak. En dat is een wereldbeeld waar milieufilosofen al minstens sinds de jaren 60 naar wijzen als de grote boosdoener, de oorzaak, de root cause, als we het hebben over milieuproblemen en onze duurzaamheidsproblematiek. Ik vond het zelf een interessant perspectief en ik heb daarom jarenlang onderzoek gedaan naar wereldbeelden en de wereldbeelden in de Nederlandse samenleving nu en ook internationaal, maar ook in Nederland en hoe die zich verhouden tot de duurzaamheidsproblematiek. Dus welke verschillende wereldbeelden zijn er en vanuit in hoeverre kijken die wereldbeelden anders naar duurzaamheid, in hoeverre gedragen die wereldbeelden zich anders, in hoeverre is er bijvoorbeeld politieke steun of niet voor verandering vanuit verschillende wereldbeelden. En het wordt al wat later, dus ik wil jullie niet een heel theoretisch verhaal gaan vertellen over dit onderzoek. Maar wij dachten, we spelen gewoon een beetje met een stukje methodiek die ik ook gebruik in mijn onderzoek. En daarvoor gaan we naar Mentimeter. En u kan gewoon uw telefoon pakken. En dan gaan we naar... even kijken, u kunt inloggen op de wifi. En dat is het password is de zwijger met kleine letters. De zwijger aan elkaar. En dan kunt u via uw internetverbinding gaan naar www.menti.com. Het is op zich een heel simpel systeem. En we krijgen op deze manier een indruk. Heel speels en sumier en echt niet zo wetenschappelijk natuurlijk. Maar wel een soort gevoel van de wereldbeelden hier in de zaal en ook de wijze waarop wij dat hebben proberen te onderzoeken. Oh, ik zie dat er al gewerkt wordt. Dus inderdaad, u ziet elke keer vier stellingen. We lopen er zo direct door een aantal heen. En daarin kiest u degene die het dichtst bij uw perspectief komt. En het is natuurlijk heel gegeneraliseerd. Ze zullen nooit perfect uitdrukken hoe u het leven ziet. Maar kies degene die het dichtst bij u komt. www.menti.com. We zien al verschillende opinies op het scherm verschijnen. Ze zijn
Komt iedereen eruit? www.menti.com. Ja, en die code, sorry, die staat daar helemaal bovenaan. Voor mensen die in de war waren over die code, die staat daar bovenaan. En daar hebben nou 43 mensen gestemd. Komen jullie er allemaal een beetje uit? Kunnen we door naar de volgende? Nog één momentje. We zijn al door. Oh, we zijn al door. Ja. Oh, nee. Gaan we door? En dan zijn we heel benieuwd. Catching up. Oké, dan denk ik dat we naar de volgende gaan. Zij hebben het overgenomen. Dus de volgende vraag. Ja, dat vind ik een beetje moeilijk. Zoals u kan zien aan deze vragen, dit zijn allemaal vragen die gaan over, en dat is waar wereldbeelden over gaan, over wat we waar en waardevol vinden, over wat de natuur is en wie wij mensen zijn, over hoe het universum ontstaan is, maar ook gewoon onze rol in de wereld. Onze waarden, onze esthetische ideeën. Dit is geloof ik de laatste vraag, dus nog eenmaal aan u de vraag om te kiezen wat het dichtst bij u past. Thank you.
Wat dus interessant is met... Want dit onderzoek is eigenlijk heel... Wat we gedaan hebben, is dat we 4 eigenlijk archetypische wereldbeelden hebben genomen. En die hebben we omgezet in stellingen die representatief zijn voor die manier van naar de wereld kijken. En dus bijvoorbeeld hier zien we vraag 4, krijgt veel steun. Of antwoord 4, stelling 4. Bewust van hun diepe verbondenheid kunnen mens en natuur goed samenwerken. En dat staat dus voor een bepaald wereldbeeld. In dit geval noemen wij dat een integratief wereldbeeld. Een wereldbeeld dat de verbinding zoekt en dat probeert oude polariteiten te overstijgen. Polariteiten zoals wetenschap en spiritualiteit, maar ook mens en natuur. Dat zijn zaken die we heel lang tegenover elkaar hebben gezet. En dit wereldbeeld zegt, ze moeten samen te brengen zijn. We weten nog niet precies hoe, maar ergens moeten ze weer samenkomen. En wat vaak heel interessant is, is dat je... Dit zijn maar 6 vragen en ze zijn nu ook iets ingekort. En dus een beetje lastig te zien, maar je ziet vaak heel snel patronen ontstaan. We zagen net bijvoorbeeld ook een redelijke nadruk al op vraag 2. Antwoord 2, want normaal gesproken worden ze gerandomiseerd. Worden ze door elkaar gegooid, maar nu staan ze gewoon heel netjes elke keer in een volgorde. En dat hebben jullie denk ik ook opgemerkt, of niet? Daar zat een patroon in. Dus dat tweede wereldbeeld is eigenlijk dat modernistische wereldbeeld. Het leunt behoorlijk op wetenschap en technologie. Het gaat uit van een objectieve werkelijkheidsopvatting. En dat is eigenlijk het wereldbeeld waar Amitav het net over had. Dus het modernistische wereldbeeld waarin mensen en natuur tegenover elkaar staan. Ik had eigenlijk verwacht dat jullie hier in de Zwijger veel meer in het derde wereldbeeld zouden zitten. Dat is een postmodern wereldbeeld. Een wereldbeeld dat opkomt in reactie op de moderniteit. En vooral ook de problemen van de moderniteit. Want al die wereldbeelden zou je kunnen zeggen ontstaan in een reactie. Ontstaan in een bepaalde tijd. Het zijn ook tijdperken. Ze ontstaan in een reactie op de problemen van die tijd en komen met nieuwe antwoorden. Dus de postmoderniteit is kritisch ten aanzien van de moderniteit. En zeggen, we nemen daar afstand van, we gaan kritisch daarnaar kijken. Bestaat die objectiviteit van de wetenschap wel? Heeft die technologie nou echt zoveel vooruitgang gebracht? Dus we zien eigenlijk nu best wel een mix. Die patronen. Maar dit is niet de uitslag, toch? Of wel? Nou ja, wat je dus, omdat ze nu zo netjes op volgorde staan. Mm-hmm. Dus op het moment dat u heel vaak 1 heeft gescoord, dan heeft u waarschijnlijk, nou ja, nogmaals, het is niet een wetenschappelijke versie, maar dan heeft u waarschijnlijk een meer traditioneel wereldbeeld. De tweede antwoord wijst continu naar een meer modernistisch wereldbeeld. Het derde antwoord verwijst naar een meer postmodern wereldbeeld. En het vierde antwoord verwijst naar een meer integratief wereldbeeld. En krijgen we nu een beeld van hoe de zaal erin zit? Wat betreft wereldbeeld? Of nee, helaas. Of dat had ik verkeerd begrepen. Helaas kan Mentimeter dat niet doen. Okay. Nee. Maar dus okay. Je ziet wel een beetje een patroon ontstaan. Het traditionele wereldbeeld is niet heel sterk vertegenwoordigd. Ik zag aardig wat scoren hier en hier. En ook, en dan met name bij deze vraag, bij het integratieve wereldbeeld. Oké. Zullen we hier verder over praten? Aniek, dankjewel voor deze inkijk in jouw onderzoeksaanpak. Glaasje water, kruk. Applaus als je al wilt, zeker. Maar, want de vraag is natuurlijk, welk wereldbeeld geeft de meeste handvatten om hier dit aan te pakken? Een beetje die rechterkant kan ik me dan voorstellen, integratief, postmodern, of is de boodschap hier... In ieder wereldbeeld schuilt een bepaalde waarde en je moet die mensen vooral op de juiste manier aanspreken door te weten op hoe zij naar de wereld kijken. Eigenlijk allebei. Mm-hmm. Dus in eerste instantie is het interessant om te weten dat we dus deze wereldbeelden zowel in Nederland als in de Verenigde Staten hebben gevonden. Ja. Dat we ze echt dat we consistentie kunnen aantonen. Dus het zijn ook allemaal vragen die niks met klimaatverandering te maken lijken te hebben. En toch vinden we daar dus hele duidelijke relaties. Zowel tussen de manier, de patronen in hoe mensen die statements onderling beantwoorden. Dus daar ontstaan duidelijke patronen. Mm-hmm. Maar ook tussen die wereldbeelden en bepaalde opinies. Bijvoorbeeld, hoe belangrijk vindt u klimaatverandering? Mm-hmm. Of op het moment dat u naar de stembus gaat, wat zijn nou de prioriteiten waarmee u uw stem uitbrengt? Mm-hmm. Zit klimaatverandering daarbij of niet? En waar zit klimaatverandering dan? Dan zien we dus hele grote verschillen.
traditionele en het moderne wereldbeeld lopen daar minder warm voor. Dat is ook redelijk voorspelbaar misschien. De twee aan de linkerkant. Ja, even, de twee aan de linkerkant inderdaad. Postmoderne en het integratieve wereldbeeld vinden in toenemende mate een thema als klimaatverandering belangrijk. Gaan daarmee dus naar de stembus. Vertonen ook bijvoorbeeld milieugedrag. Eten bijvoorbeeld minder vlees. Ja, ja, kan ik me wel bij voorstellen. Ja. Dus zie je ook een verandering in een, welk wereldbeeld dominant is in media bijvoorbeeld, of gewoon bij mensen door je ze te vragen, of is dat nog een te pril veld om daar wat over te zeggen? Want wat wij dan natuurlijk hopen als positieve klimaatverandering, dat we zitten allemaal goed in, dat het een beetje shift naar die rechterkant en dat we het allemaal aan gaan pakken. Is dat zo? Het is altijd heel lastig natuurlijk. Ja. En ik denk, wat mijn eigen duiding bijvoorbeeld van de huidige het huidige media en ook politieke landschap is eigenlijk dat ik denk dat dat postmoderne wereldbeeld, en dat is op dit moment ook het grootste wereldbeeld qua percentages in Nederland, dat is heel erg aan het opkomen, maar dat brengt ook weer problemen met zich mee. Postmoderniteit gaat heel erg over relativeren. Dus dat hele absolute denken van het modernisme, dat wordt gerelativeerd. Dus die wetenschappers die hebben dan wel onderzocht, maar dat is ook een construct, zou een echte postmodernist zeggen. Zo'n onderzoek is ook een construct. Daar zijn allerlei methodologische keuzes gemaakt. Ja. Bestaat zulke objectiviteit nou wel? En dat postmoderne heeft heel erg als kwaliteit. Daar zit iets enorm maatschappijkritisch in. Machtsverhoudingen worden aan de kaak gesteld. Maar ook bepaalde expertise die je misschien kan veronderstellen van mensen die er heel veel van af weten. Van ja, precies, is dat nou dat wel is zo? Dat is een beetje de andere kant. Dus het is ook een beetje dat idee van, oh ja, er is enorm veel waardering voor heel veel perspectieven. Mm-hmm. Maar iedereen heeft zijn eigen waarheid. Dus is er dan nog een waarheid? Ja. Is alles één grote constructie? Mm-hmm. Komen we in een soort nihilistisch, relativistisch, zeer ambigu terrein uit. En ik vind als je nu ook kijkt naar wat er met de media gebeurt en bijvoorbeeld het hele de manier waarop het hele idee over fake news zich heeft ontwikkeld, waardoor we eigenlijk steeds meer te maken krijgen met enorme fragmentatie, waarin dus inderdaad mensen vanuit allerlei verschillende perspectieven. Ja, en dat is typisch een postmodernistische. Ja, dat is. En dat hele internet is er ook wel een beetje een postmodern fenomeen, zou je kunnen stellen. En toch nog even iets meer naar. Stel je wilt deze boodschap communiceren, je wilt urgent maken, misschien via theater, misschien via recht. Zijn er dan nog manieren waarop je ook de linkerkant van het spectrum aan boord kan krijgen? De linkerkant, dan heb je dus over traditionele en de moderne. Ja, en dat is dus. Persoonlijk, hoe ik het zie, we leven gewoon in een hele pluriforme samenleving met al die verschillende wereldbeelden naast elkaar. En wat er heel veel gebeurt en wat je heel veel ziet, is dat die wereldbeelden tegenover elkaar komen te staan en dat we in een conflict zijn en in een polarisatie. En dat zien we natuurlijk enorm in de politiek. Maar hoe kunnen we die, dat is de vraag die mij boeit, is hoe kunnen we die perspectieven en ook die diversiteit daarin tot een kracht gaan maken? Ja. Is er al een begin van een antwoord op die vraag? Ja, dus er zijn bij al die wereldbeelden hebben eigenlijk hele duidelijke waarden en aanknopingspunten die zouden kunnen leiden tot, hoeven niet, maar tot bezorgdheid over het klimaat en actie en betrokkenheid en politiek draagvlak. Kan je een voorbeeld geven voor iemand die echt in de traditionele kant zit? Dat is zeg maar gemeenschap, geloof, ja, religie. Precies. Want dan zit je inderdaad, we hebben dat wereldbeeld nog niet echt geduid, maar dat is misschien ook wel heel intuïtief voor jullie. Dan zit je inderdaad op die een gemeenschap gaat veel meer ook over aanpassen aan elkaar. Het gaat ook over dienstbaarheid en zelfopoffering. Okay. Iemand had het in het begin van de avond. Mensen willen geen offers meer maken. Maar daar zit dus in dat traditionele wereldbeeld nog wel bereidheid toe. Oké, dus dat opent wel het perspectief dat er in ieder wereldbeeld wel een opening is te vinden. Ja, maar ook mogelijke problemen. Nee, okay, dat is natuurlijk altijd de andere kant. Want daar kan ook klimaatontkenning zitten. Ja. Waar de wetenschap afwijzen. Dus even misschien voor het publiek ook. We hebben nu 5-6 vragen gedaan op jouw website. Zijn het er? 16, 17? Ik heb het gisteravond gedaan. 17, ja. En dat is gewoon inderdaad eigenlijk. Dan krijg je meer een indruk van hoe het onderzoek in werkelijkheid is afgenomen. En dan krijg je ook een resultaat waar jij dan onder valt in die score. Ja, ja. Zijn er misschien vragen? Ja, zeker. Ja, ik kom naar u toe.
De conclusie was al heel gauw dat de derde wat minder vertegenwoordigd was dan dat je het dacht. Maar ik heb even geteld, er zitten hier twee keer zoveel mensen. Ik heb ook geen smartphone. Of... Ja. Ja, en die heb je dan eventjes klopt. Helemaal pad. Ja. 50 mensen die meededen en er zitten 100 in de zaal. Misschien maar... de echte... Ja, de echte alternatievelingen die zeggen, jullie hebben een smartphone. Laten we deze blinde vlek dan even op. In welk wereldbeeld zit u en wat hebben we dus gemist? Als ik het begrijp, eventjes in 3, 4, in ieder geval. Ik ben al 40 jaar GroenLinks en ik ben hartstikke fel. Zeg het maar. Dat is wel postmodern? Oké. Kan u dat... Ja, maar, ja dat resoneert voor u? Ja, maar goed, point taken, niet alle 50 deden mee. We gaan even snel wat vragen nog, meneer. Wat ik over de hele avond eigenlijk een beetje mis, is het geluid over de enorme gebeurtenissen in China bijvoorbeeld. Welke kant gaan die op? Doen die mee aan onze milieuplannen? De enorme... Ja, wacht even. Nee, mag ik even? De hele emigratiegolf die vanuit Afrika komt, gaat ons ook beïnvloeden. Die willen ook leven zoals wij. Legt ook weer meer druk op het milieu. Daar hebben we het helemaal niet over. En, dat... en de vraag is of Aniek dat kan beantwoorden. Ja, nee. Wat ik wel... Ja, nee, maar dat is maar het terecht punt. Maar als u zegt wat ik de hele avond mis om 1 voor 10... dan kunnen we hem niet helemaal meer inlossen. Dat begrijpt u ook. Nee. Maar Aniek, toch even de vraag. Je zei over het Westen, Europa en Verenigde Staten. Deze wereldbeelden hoeven niet per se in Azië ook te leven, toch? Dat is even de disclaimer hier. Dat is de disclaimer, hoewel er wel... het is gedeeltelijk gebaseerd op het onderzoek ook van Ronald Engelhardt. En dat is echt mondiaal onderzoek. En heel veel van die structuren blijken toch universeler te zijn. Ja. Met natuurlijk allerlei culturele differentiatie erin. Okay. Ja, maar ons empirische werk is gebaseerd op Nederland en de VS. Helder. We gaan naar de allerlaatste. Ik ga even hier de allerlaatste vraag en dan gaan we door. Afronden bedoel ik. Ja, ik heb door mijn onderzoek ook een beetje in de financiële wereld wel gezien dat elke bubbel heeft zijn eigen frontier of zo. En daar moet je altijd heel veel empathie voor hebben. Heb je ook wel onderzoek gedaan naar zeg maar, de effecten van meer homogene bubbels? Wat het effect daarvan is ten opzichte van meer diverse bubbels? En hoe kom je daar binnen? Hoe krijg je... Ja. Hoe laat je die bubbel ontpoppen, zeg maar? Nou, ik heb daar zelf geen onderzoek naar gedaan, maar ik weet wel dat er onderzoek is naar bijvoorbeeld de innovativiteit van groepen. En dan blijkt elke keer weer dat diverse groepen gewoon veel innovatiever zijn. Ja. En dat het dus ons allemaal baat doet, dat het ons allemaal goed doet om juist met andersdenkenden in gesprek te gaan. Maar ook op het moment dat we bezig zijn met innovatie en complexe, zeer complexe problemen als klimaatverandering aan te pakken, om inderdaad kunstenaars en advocaten bij elkaar te zetten. Dus ik geloof daar heel erg in en ik denk ook dat er een beweging is met social labs en waarin we juist die verbinding en die diversiteit gaan zoeken om deze problemen op te lossen. Ja, en het zit misschien in expertisevelden, maar misschien ook wel in wereldbeelden die je bij elkaar hebt. Ja, precies, want we krijgen ze het gewoon niet opgelost vanuit één perspectief. En ook niet vanuit één wereldbeeld. Ja. En dus ook ons huidige, als ik daar nog één ding over mag zeggen. Allerlaatste. Ons huidige, als je het mij vraagt, ons huidige denken en ons huidige debat over duurzaamheid en klimaatverandering, het wordt heel erg gedomineerd door een modernistisch wereldbeeld. Veel mensen op sleutelposities. Het zijn ook, er zitten ook wat meer mannen in dat wereldbeeld, proportioneel gezien. En dat leidt tot een vrij technocratische en instrumentele aanpak. Dus we zijn nog steeds heel erg bezig met, hier is een probleem en daar moeten we een oplossing voor vinden. De kwaliteit die een meer postmodern wereldbeeld en ook een meer integratief wereldbeeld brengt, is zeggen, kunnen we nou op een heel andere manier gaan kijken? Ja. Wat zijn nou de andere manieren dus van leven? Dus het zit hem ook in personen, op sleutelposities. Cultuurverandering. Ja. Machtsverhoudingen aan de kaak stellen, wat het recht ook doet. Dankjewel voor deze laatste toevoeging en succes met jouw onderzoek. Aniek de Wit. Dankjewel. Dank voor je komst. Goed. Nog 2 minuutjes. We gaan even vooruit kijken altijd naar de volgende week. Dank sowieso aan alle gasten hier. Dank voor uw komst. Volgende week worsteling van de Groenmens werd al even kort genoemd. Zondagavond op televisie. 18 maart en dinsdag de meet-up. Normaal zitten we altijd op de woensdag, maar nu dus op dinsdag de 20e. We kijken nog even kort naar een promo en dan graag tot de volgende keer. Dank u wel. Thank you.
Ja, dat is lastig. Ik probeer minder vlees te eten. En als je heel ver moet reizen, ja, dan is er vaak vliegtuig het enige transportmiddel. Ik kan niet als één persoon iets doen daartegen. Onze groene intenties zijn helemaal niet zo slecht. Alleen, het komt er niet van. Alles bij elkaar zou je 1000 bomen moeten planten om die CO2-uitstoot van het retourtje Bali per persoon te compenseren. Ik stap gewoon weer in het vliegtuig morgen. Oké, dat mag ik niet zeggen. Worstelen met klimaatneutraal leven. Zondag in VPRO Tegenlicht. Revolutie.